Goedendag mensen, dit is de 17e aflevering van Babbelen Met. En ja, we hebben met nummertje 17 hebben we natuurlijk de juiste gast. Trudy, we gaan het vandaag over nummer 17 hebben, hè? Op 22 maart 2023. Het ja. kan niet fantastischer uitkomen. Oh, wacht even, je moet 23 zeggen, want ik ga morgen pas live zetten. Oh, wacht even. Ja, maar ja, het is wel de dag dat we het publiceren. Ja, ja. Nee, maar, dat te zeggen. Wij moeten even spelen tot het donderdag is. Ja, dat het morgen is. Nou, ja. Goed, als we deze uitzending, dan leven we nog, terwijl het wel... ja, of niet. Misschien zijn we al begraven en vergeten. Ja, 22 maart. Ja. 3:22, Skull and Bones. Ja. Maar Rudy, klokje zegt 2:51. Ja. Ja. We hebben 2:51 voorgebabbeld. Ja. Alles gestaged, hè? Alles gestaged. Alle toeters en bellen goed, besproken. Ja, goed. Maar dit is onze derde podcast. En ik vond het wel weer eens tijd, omdat, wat ik al gezegd had, beide kanalen en ook andere kanalen zijn toch wel best wel goed gestegen. Heel veel nieuwe mensen erbij. En ja, goed, die mensen moeten ook even van A tot Z een beetje het verhaal weten. Want ja, heel veel mensen vallen halverwege in het verhaal. En ik heb af en toe de indruk dat de mensen het daardoor misschien niet gaan begrijpen. Dus de bedoeling van vandaag is, stoppen we het gewoon een beetje op de je hebt een Janneke manier. Ja, op de minst ingewikkelde manier jou het verhaal laten doen van hoe het nou in elkaar zit, met wat voor soort mensen hebben we nou te maken, hoe is het ontstaan, dat de mensen ook na het kijken van deze podcast jouw posten veel beter kunnen gaan begrijpen. Ja. Dus mijn rits gaat, ja goed, nou is het wel een flexibele rits, maar... Ik wil eerst weten waar jij bent blijven hangen qua begrip. En waar ik het beste kan beginnen. Wat jij denkt dat die mensen dan niet begrijpen. Nou, Gaat het om het DNA? Gaat het om de vijand? Gaat het om wat? Nou, ik denk dat we niet naar mij moeten kijken. Want ja, goed, nogmaals. Jij krijgt door wat mensen niet begrijpen. Precies. En wat ik zo merk, dat is dat mensen gewoon... hoe moet je dat zeggen? Ja, laten we daar beginnen. Jij gebruikt nogal heel vaak de term dat Khazarische maffia en die Kaan, weet je wel, en zoiets allemaal, dat het daar een beetje van afkomt. Dat de mensen eens begrijpen, zeg maar, dat een feite, ja, hoe moet ik dat in zijn boer zeggen? Dat onze Willem eigenlijk een afstammeling is van die Genghis Khan. Dat de mensen dat stukje al eens gaan begrijpen. Okay. Want ze denken werkelijk dat hij geboren is uit Beatrix en Beatrix uit Juliana Wilhelmina. Maar zo zit dat natuurlijk niet in elkaar. Nee, dat weet jij. Dat is wel heel mooi dat jij dat snapt. Ja, tuurlijk. Ik snap alles. Maar snap je? Ik ga het proberen uit te leggen. Jij mag mij in de reden vallen als je iets niet kan volgen. Is dat goed? Nou, top. En dan wil ik even een kanttekening bijmaken dat ik gisteren om tafel heb gezeten met een bioloog. Die dus ook hetgeen wat ik dus stelde, dat het echt om 0,2% in Nederland, wereldwijd 1,7% gaat, die hermafrodiet zijn. En hermafrodiet betekent dat je in plaats van wat wij allemaal hebben, misbruikt kleuters of niet. Hè, dus vriend of vijand. Die hebben 2 strengs van 23 chromosomen. En die Mongool wordt, waar ik het dus over heb, in ieder geval die hermafrodieten, die onvruchtbaar zijn, die hebben 3 strengs van 23 chromosomen. En ja, dan is er dus sprake van een seksuele afwijking, omdat ze onvruchtbaar zijn. En omdat ze onvruchtbaar zijn, hebben ze een andere modus operandi verzonnen om toch bestaansrecht te hebben. Dus even, ondanks dat het dus beesten zijn. Ja? Dus even voor, nogmaals, we willen niet de kijkers kleineren of denken dat ze niet intelligent zijn, maar wij willen ze gewoon dus een beetje dat ze zich kunnen voorstellen aan de berichten van Trudy daarna beter kunnen begrijpen. Dus in feite zeg je dus nu
dat zeg maar de kinderen van Willem en Maxima, dat die niet via de vaginale weg, zeg maar, of via keizersnee geboren zijn. Correct. Dat zeg je dus eigenlijk. En het is de bedoeling dat er überhaupt geen sprake meer kan zijn van natuurlijke geboorte, oftewel het doorgeven van het leven op de natuurlijke manier. En dat is letterlijk door een groep bekokstoofd en bewerkstelligd, die dus van origine al moeilijke geboorte konden doorgeven. Het Mongoolse ras, hè, dat is dan Eskimo-Mongoolse ras. En in combinatie met het feit dat ze doorgefokt zijn. Mm-hmm. Door dat doorfokken van dat DNA, hè, dus van die van verschillende mensen, die hebben dan dominante genen en recessieve genen. Kun jij dat nog volgen vanuit je biologieles vanuit op school? Ik wel. Hè, dus als je twee recessieve genen bij elkaar hebt, dan heb je dus bijvoorbeeld blauwe ogen of bruine ogen of enzovoort. Maar als je een heleboel recessieve ziekte bij elkaar hebt, mm-hmm. hè, dus dan heb ik het over de meest bekende ziekten die ik uit mijn hoofd ken, zijn borstkanker en ziekte van Crohn. Die zijn enerzijds ontstaan door dus dat doorfokken, waar ik het dus nu gewoon concreet over heb, en mm-hmm. anderzijds door misbruik en dus gewoon door transgenderisme, hè, het borstverhaal, transgenderisme en Crohn door anaal misbruik. Maar het gaat dus concreet om één groep mensen, dat is de Turk-Mongool hoort, die drie stringen hebben van 23 chromosomen, die iedereen van de wereld willen hebben, omdat ze niet meer willen dat er normale kinderen worden geboren. En dat ze dus alleen maar via copycats, hè, dus iedereen kent het schaap Dolly uit de jaren 80, dat was dan zogenaamd het eerste schaap dat gekloond werd, maar veel langer terug, kunnen ze al kopies maken van die mensen. En die hebben wij nu continu om ons heen. Het zijn gewoon mensen, omdat die club geen vruchtbaarheid heeft, willen ze dus dat ook alle vruchtbaarheid van de wereld weggepoetst wordt. Nou, en wie zijn de eerste die dan aangepakt worden? Dat zijn de vrouwtjes. En hoe is het makkelijkst om de hele wereld leeg te chasen? Door de vrouwtjes, zowel als de mannetjes, onvruchtbaar te maken. Hè, de kinderen te roven, zodat die vrouwtjes helemaal over de fles gaan. En eeuwenlang hebben ze dat dus bekokstoofd om iedereen die dus twee strings van 23 chromosomen heeft, uit te schakelen. Dat is de echte mens. Ja, nou, heel erg duidelijk voorbeeld wat ik dan gewoon concreet nu van mezelf geef. En dat is mij dus gisteren ook uitgelegd. Dat het met name gaat in eerste instantie om onthechting. Ik ben geboren met de keizersnede, 29 juni 1972. En mijn moeder heeft mij altijd verteld dat zij de eerste twee dagen mij niet mocht zien. Ik heb dat altijd afgevraagd, wat is dit voor bullshit? Mm-hmm. Ja, Maas ziekenhuis in Boksmeer, hè, waar dus concreet onder Pantijn. Dat is Maas ziekenhuis Pantijn. Pantijn staat voor Pantheon en dat is gewoon offertempel. En in Maas ziekenhuis Pantijn heeft mijn moeder, Truus, die mij dus naast 14 jaar huwelijk pas kreeg als enig kind, mij de eerste twee dagen niet mogen zien. Dat heeft ook mijn band met mijn moeder in concreto bewerkstelligd, omdat de band moeder-kind gewoon gekut wordt, geshortcut wordt. Er wordt gelijk bij de geboorte al voor gezorgd, ondanks dat ik dus na 14 jaar huwelijk pas geboren ben van mijn ouders, die dachten geen kinderen te krijgen, om die band maar te verwoesten. En ja, ik heb natuurlijk in mijn jeugd meegemaakt. Ik kreeg van mijn vader kreeg ik knuffel. En mijn vader kreeg ik ook support en dergelijke. Maar met mijn moeder heb ik altijd een moeilijke band gehad. Ik kan me niet herinneren dat ik een knuffel van mijn moeder heb gehad. Desalniettemin heb ik haar leven dus verlengd. Desalniettemin ben ik gewoon voor haar door het vuur gegaan. Ben ik mentor geweest van haar. Ben ik dus gewoon gevolmachtigd geweest. Dan heeft Erik Bladder uit de Mortel mijn moeder vermoord in samenspraak met de Rabobank. Daarom weet ik ook waar het om gaat. Maar het gaat er dus om dat alle liefde en normale manier van kinderen krijgen gewoon compleet geëlimineerd wordt. Dat is heel belangrijk ten eerste om te weten. En het is mij gisteren dus ook bevestigd en nogmaals uitgelegd. Er zijn verschillende experimenten gedaan met aapjes en met rhesusaapjes. Die dus, ik zal dat filmpje ook later publiceren, want dat heb ik in een film verwerkt. Maar dat een aapje dat getraumatiseerd wordt, hè, want ze hebben natuurlijk heel veel proeven gedaan op die rhesusaapjes, dat op het moment dat dat aapje dus in paniek is, dat het dan naar
een ijzeren mama zal gaan zonder aaibaarheidsfactor, met een speentje eraan waarvan die kan drinken, in plaats van die kan knuffelen. Puur en alleen omdat die gemarteld is. En dat procedé van onthechting, dat is de manier van die Turkish Mongol Golden Horde, wat ik jou dus uit heb gelegd, kom ik later op terug, om de hele mensheid tegen elkaar uit te spelen. Ja. Dus we hebben een hele, ja, iedereen dus die gewoon geboren is, ook bij transgenders, middels dus een Rosicrucian huwelijk, hè? Want dat is nog een hermetisch huwelijk, dus een heel moeilijk uitleg, maar in ieder geval dat gaat over mensen die dan omgebouwd zijn, heel kort, mannetje, vrouwtje en vrouwtje, mannetje, die dan bij elkaar komen en die dan toch kindjes mogen krijgen op een andere manier dan, of geadopteerd krijgen, of in ieder geval kunstmatig bevrucht zijn. Ook die hebben allemaal twee strings van 23 en het koninklijke ras, dus eigenlijk het beestenras, ja, dat heeft drie strings van 23 chromosomen. En dat kan niet uitstaan dat wij dus gewoon liefde hebben. Dat wij dus gewoon kunnen liefhebben en liefde kunnen krijgen. En dus gewoon ook echt kinderen kunnen baren. En als jij niet echt een kind hebt gebaard, dus ja, concreet 9 maanden een baby in je buik hebt gedragen, vanaf het moment dat jij zwanger bent, dan kan jij voelen dat je zwanger bent. Mm-hmm. Bij de eerste is dat moeilijk te identificeren, maar bij de tweede en de derde heb ik dat wel degelijk kunnen voelen en doen. En dan groeit er dus iets in je buik. Dus je hebt al een band voordat dat kindje ter wereld komt. En dat hebben die mensen niet. Maar en daarmee is al de... Maar even terugkomen, ja? Op dat, dat, ja? Ene. Je zei dat met dat transgender, hè? En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal Telegram, het flitst de hele dag, en ook op Facebook, ja, wat minder, maar goed. Dat begint meestal, denk ik, bij een jaartje of 2, 3 gaan ze dat met die kinderen al doen, hè? Ja, ik weet niet precies wanneer ze dat doen, misschien zelfs wel eerder. Nog eerder, ik weet van, ik weet van iemand die ik ken, die dus een jongetje heeft gekregen, dat nu opgevoed wordt vanaf dag 1 als een meisje. Dus ik denk dat gelijk vanaf de geboorte al plaats heeft. Ja. Maar allemaal in opdracht van de club, terwijl ze allemaal gewoon wel hetzelfde DNA hebben als wij. Ja. En ja, afwijkend dan met chromosomen enzovoort, in de zin van kleur haar en kleur ogen en kleur huid en zo. Maar dat we allemaal gewoon 2 strings van 23 chromosomen hebben, en dat die Golden Horde dus 3 strings. Dat staat ook voor die triple IM. En dat zij dus volstrekt ander genetisch materiaal hebben gekregen doordat ze doorgefokt zijn. Dus het is gewoon een genetische afwijking. En zij hebben dat benoemd als zijnde Adam Catmon, als primordial being. Dus als eerste geschapen, weet ik veel. Maar dat is gewoon bullshit. Dat is gewoon bullshit. De eerste kunstmatige bevruchting die ze hebben gepromoot, is gewoon Jezus, is gewoon Mohammed, die dan vanuit Jewish mother Maria is geboren. En die Jewish mother Maria was gewoon de eerstegene die dan die onbevlekte ontvangenis geboorte gaf. Maar gewoon omdat er geen liefde aan te pas is gekomen, dat kindje gewoon op de wereld kwam. Het was een artificial intelligence, gewoon op dat moment al. En zij hebben dat helemaal in de wereld. Zij willen alle echte mensen gewoon exit planet. Dat is heel belangrijk. Maar dat is voor de mensen dat duidelijk te maken en waar het vandaan komt met die 0,2 wat jij vaker benoemt en wereldwijd 1,7. Dus jij zegt dus in feite, ongeacht of het nou iemand zeg maar aan het spel deelneemt en die is getransgenderd of die hoort bij de club, die vallen dan toch nog altijd onder dat 2-strengringen. En dus die 0,2 zijn dus die 3-strengringen. Wat jij benoemt. Ja, dat zijn dus. Dat is dat het verschil dus eigenlijk... wat jij wil maken. Ja, en wat eigenlijk. Ja, waar jij je ongelooflijk veel voor inzet. Dat is om die andere groep. Die wat aan het spel deelnemen. Tot die uit de kast kan komen. En gaan vertellen wat met hun gebeurd is. Hè? En jij maakt ze ook duidelijk. Jullie zijn niet speciaal. Want jullie. Nee, jullie zijn geen uitverkorenen. Dat is gewoon een vette leugen. Precies. En dat is wat die mensen, dus in feite wat ons nou heel veel aan het aandoen is. Ja, dat zijn dus eigenlijk de mensen die denken dat ze het wel gaan overleven. Maar als wij opgeruimd zijn, tot hun dan aan de beurt zijn. Ja, exact. Dat klopt, ja.
Want het is allemaal, is het niet koninklijk. En het gaat erom dat die koninklijken als enige blijven leven en dat zij bestaansrecht hebben. Kijk, als jij. Ja, een, want het is natuurlijk al vanuit de Feniciërs dat dit ontstaan is. Hè? Dat dus door dat inteelt, dat er dus mutatie is ontstaan dat mensen niet meer kinderen kunnen krijgen. Dus het is gewoon echt een afwijking door fokker. Ja. Hè, dit is heel simpel. Als jij een heleboel recessieve genen bij elkaar gooit die negatief zijn in jouw gezondheid. Nou, dan heb je op een gegeven moment een genetische beperking en dan de genetisch defect. Ja. En zij hebben gewoon een genetisch defect. Maar wat hebben ze nou gedaan? Omdat ze dusdanig meer. Ja, het gaat allemaal om greed. Het gaat allemaal om hebzucht, machtzucht. En gewoon het kicken op andermans iets aan ellende, omdat je het zelf niet hebt. Ja. En ja, laten we wel wezen, het mooiste wat je kan meemaken is gewoon dat jij. Ja, weet je, jij hebt zelf een kind gekregen. Het mooiste wat er is het leven doorgeven. Nou, dat kunnen zij niet en dat gunnen ze ons ook niet. En ze zijn nu bezig met iedereen die normaal is qua geboorte, om die kapot te maken. Daarvoor hebben ze eeuwenlang mensen om als servant, civil servant en assassins, dubbel S erin, as in, gewoon misbruikt als huurling. Louter als James's Bond. Van de bond van die Mr. M, de Mongol hoort, die van authenticiteit sowieso al moeilijke kinderen krijgt, heb ik gisteren ook doorgekregen qua genetica. He, dus die Eskimo-Mongol, Turkish-Mongols, die kunnen sowieso moeilijker, het Ottomaanse, die kunnen sowieso moeilijke kinderen krijgen. Waarschijnlijk ook gewoon door die intilt, waardoor die chromosomen niet meer zijn. Die hebben gewoon een mutatie gemaakt. En omdat zij toch gewoon de heersers van de wereld willen blijven. Zijn ze dus yin en yang verzonnen? Hè? Hebben ze dus yin en yang verzonnen? Het is wij en een groep die misbruikt is en privileges heeft. En wij zijn gewoon de slaven en zij zijn de slavendrijvers. En wij worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld, kapot gemaakt, onze kinderen verkracht, misbruikt, afgeslacht enzovoort. Opdat zij gewoon als enige blijven leven. En zo simpel is het. Alleen ze noemen zichzelf Adam Catmone als eerste primal being. En dat is gewoon bullshit. Dan hebben ze gewoon, zij zijn gewoon mismaakt. En omdat ze dus gewoon geen kinderen meer konden krijgen, zijn ze gaan slachten bij anderen. En hebben ze die energie ook nodig om dat te kunnen doen. En de organen om langer te leven. En dus hebben ze zichzelf als copycats iedere keer vermenigvuldigd. Want het zijn exact dezelfde figuren die dus gewoon uit een reageerbuisje komen. Ja, want dit klinkt heel stom. Maar wij worden dus gewoon met z'n allen kapot gemaakt, tegen elkaar uitgespeeld. Door stikjaloerse groep, die als enige wil blijven leven, die de science en de hele rattenplan middels het bankaire systeem heeft gebruikt en uitgespeeld. Want de Joden zijn instrumenteel als bankiers voor die Mongol hoort, om ons vervolgens allemaal van de planeet af te wissen. En dat is het verhaal van die Great Saturn Jupiter conjunction, dat ook allemaal nu moet gebeuren. Ja, en hoe ziek is dat? Nou ben ik me dus zeg maar, aan het verplaatsen in mensen die wat zeg maar, net hier ja, kennis van gaan krijgen. En die horen jou dit nu allemaal zo vertellen. Ja, kijk, nou komt dat natuurlijk waarom we dit doen. Hoe kunnen we het de mensen makkelijker maken? Om het te begrijpen. Om het ja, te laten inzien en begrijpen dat het zo zit zoals jij vertelt. Dat is zo moeilijk. Zijn er niet dingen waar we op zouden kunnen letten? Ik noem maar iets. Langer geleden moet ik zijn nu dus. Als een leek bekijken. En die ziet nou deze podcast. En die ziet dat op de wereld iets niet klopt. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat hebben de mensen toch wel langzaam in de gaten. Dat het niet gaat zoals het hoort. En ze horen nou dit verhaal. Hoe kunnen we die mensen nou bereiken om hun nieuwsgierig te maken, om zich daar eens, ja, toch eens iets meer in te gaan verdiepen? Want dat is ons doel, dat de mensen het gaan begrijpen wat wij vertellen. Ja. Ja, want ik denk dat het, één ding, ik weet niet of je het al benoemd hebt, of ik heb het misschien niet gehoord of begrepen. Wij als mensen, je gaat met je vrouw naar bed, en als je geluk hebt, wordt dat eitje bevrucht. Ze wordt zwanger, na 9 maanden wordt er een kind geboren. Ja?
Hoe gaat dat bij die, met die drie strengen? Ja, dat wordt dus gewoon chemisch, hè? Want daarom heet het ook alchemisch huwelijk bij de Rozenkruisers. En er zijn dus gewoon, bij de Rozenkruisers zijn dan dus mensen die dan ja, in een vroege tijdstip, of een tijdje terug al tot die servants van de koning zijn gaan horen. En dan heb je nog diezelfde, dus van die drie strengen die dan zwaar beschadigd zijn, die alleen maar intermarried zijn. Dat betekent dat ze alleen maar binnen de familie trouwen. Hè? En dat zij dan gewoon een copycat krijgen van een voorouder. Het zijn allemaal copycats. Dus je kan ook gewoon, je ziet dat een heleboel mensen. Ja, nogmaals, ik wil het niet kinderachtig maken, maar... Een schaap Dolly, dat ze gewoon een schaap Dolly krijgen, dat ze een dochter krijgen van die Dolly, die zij dan weer opvoeden. Ja, dus want die eigenlijk... mensen die zijn niet zwanger, ze zijn allemaal FMF. Ja, dus eigenlijk ook meer voor de mensen. Hè, er wordt ook heel veel gesproken over de dumps onder de aarde en weet ik wat allemaal. En weet je wel, allemaal die faciliteit wat onder de aarde is. Dus eigenlijk vertel jij, dat is dus daaronder iets. En dat wordt gewoon steeds, wordt daar van daaruit, hè, laten we het even zo, ja, zo, denk dat de ik mensen... Niet, ik, dat is niet per se van 100, het gaat gewoon... Ja, maar gewoon top dat de mensen ook dat systeem gaan begrijpen. Dat eigenlijk dus, zeg maar, die kinderen van daaruit geleverd worden. Zo van, en dit is nu jouw kind. Hè, zo moeten de mensen het een klein beetje zien. Ja, er mag geen bevruchting meer zijn. Geen natuurlijke bevruchting. Geen natuurlijke conceptie. En dan kunnen de mensen ook begrijpen van de foto's wat wel eens vaker, en dan hoef ik niet per se namen te noemen, maar de foto's wat vaker gedeeld zijn, van dat je gewoon ziet, of je moet wat in je oogjes hebben, dat gewoon daar een kunstbuik onder de jurk of zo zit. Ja, die onder andere die jurk die er bij Kate uitviel en die jurk die bij die vrouw van Baudet. Ik had het dus inderdaad bij Kate. Iedereen wat die beelden gezien heeft, op een gegeven moment heeft ze dus gewoon haar buik op haar schenen hangen. Ja. Maar zo moeten mensen dat dus eigenlijk zien. Dus zeg maar, jij hebt je kinderen op een normale manier gekregen, maar hun hebben zoiets van, nou, hier heb je een kind. Zo moeten mensen zich dat dus een beetje voorstellen. Dat we het, zeg maar, met dat soort, zieke geesten of hoe je het ook noemen wil, daar hebben we zijn dus gewoon een ander ras, wat sowieso moeilijker kinderen kon krijgen, die Mongolen. En dus is het als steppenvolk is het gewoon gaan moorden en gaan verkrachten en enzovoort, om toch maar gewoon tot een grotere club te worden, om bestaansrecht te houden in concreto, hè, in het begin. En uiteindelijk is dat dus intern is dat binnen een club gebleven. En dan is het heel belangrijk, denk ik wel, om te weten dat er dus... in eerste instantie had je dus Feniciërs, hè, de farao's en dergelijke, die dan die eigenschap hadden. En al, ja, je moet je voorstellen dat dit al iets van heel lang geleden al is. En dat je dan... Dat is wat de mensen zich moeten begrijpen. Hè? Dit is niet iets van 1800 of zo. Hè? Nee, dat is veel eerder. Maar wel zo dat dat diezelfde gasten steeds opnieuw die wereld hebben legiciëst. Steeds opnieuw die wereld hebben kapot gemaakt. Maar dat is wel heel belangrijk om te weten. Maar daarom zie je ook vaker, hè, dat is ook aan heel veel mensen die betitelen dat als fake of weet ik wat. Maar daarom, hè, die foto's zijn ook gigantisch veel al gedeeld. Dat je zeg maar mensen ziet uit de jaren 17, 1800. Pak je Johnny Depp of noem die bekende maar allemaal op. Dus de mensen moeten dus gewoon begrijpen door dat systeem wat hun hebben van de manier van kinderen krijgen. Dat zijn dus gewoon mensen die blijven in feite terugkomen. Ja, dat zijn gewoon copycats. En dat geldt dus voor alle wereldleiders. Ja, precies. En er is een pact gesloten tussen Genghis Khan. Dat was de Mongoolse leider. Voor de kijkers, is dat ongeveer? De 13e eeuw. Ja, 13e eeuw. In de 13e eeuw, Genghis Khan dus, het grote Mongoolse Rijk, hè, het Mongol Golden Horde, waar dus eigenlijk nu ook Oekraïne en de hele rattenplan in die contraien onder valt. Dat is samen gaan werken met de dogen van, even uit mijn hoofd, in Italië, in Genua. Die samengewerken met die dogen uit Genua. Om die simpele feit dat die dogen van Genua een zeestrijd tegen Venetië verloren had. Dus je hebt twee
plekken in Italië, waar ook dit soort freaks toen al woonden. Dus je had freaks die gewoon alleen maar intilt, mutatie door twee recessieve genen steeds maar intilt. Hè? Vrouwen, kinderen verkrachten, waardoor je weer intilt, enzovoort. Dus alle zwakte kwamen dan bij elkaar in Italië. En alle zwakte, het gaat allemaal om greed. Hè? Het gaat dus allemaal hebzucht en niet willen delen. En de andere kant dus in Azië. Nou, dan heb je dus die zeestrijd was verloren in Italië. Dus concreet op de Middellandse Zee. Is dat de Middellandse Zee? Nee, de Adriatische Zee is dat. En de doge van Genua, die heeft toen de eerste volksbank opgericht. Hè, dus de eerste bank was uit Siena, maar de eerste volksbank is van Genua. En die volksbank heeft zich toen geprofileerd als zijnde van, ja, wij gaan die oorlog winnen, dan hebben we beter enzovoort, hebben we meer macht enzovoort. Dan verkochten ze natuurlijk, als jullie als volk en burgerij geld naar de bank brengen, dan zorgen we ervoor dat jullie geld groeit, hè, zoals de zilvervloot, ook een broodje afhaal natuurlijk, opdat wij die oorlog kunnen winnen. Dus met dat geld, wat dus naar die bank ging, van die mensen, waarmee die bank dan gewoon een leger financierde, hebben ze uiteindelijk in samenspraak met Kaan Venetië verslagen. He, dus hebben ze daar het een en ander kunnen, zeg je? En dat is begonnen in 1302, hè? Ja, dat is in die, 1302. Dat is in de begin 14e eeuw geweest. Dat klopt, heb je goed. Dus dan heb je dus een samensmelting dus van die Italiaanse farao's. Die is ook Egypte een hele rattenplan. Maar het gaat allemaal om die Feniciërs die daar vandaan komen. En die Aziatische die hetzelfde hadden. Maar die komen dus uiteindelijk samen in die Mongool hoort. En daarna heeft die Kaan en die Kaans hebben gewoon dat rijk vergroot. Tot Oostenrijk en een stukje Duitsland en vooral Zwitserland natuurlijk, waar gewoon de home of the beast is. En dan van daaruit hebben ze gewoon het hele bankaire systeem wereldwijd gemaakt om oorlogje te kunnen voeren, om iedereen uit te kunnen spelen tegen elkaar, om uiteindelijk, want het wisten ze toen al, met die Great Saturn Jupiter conjunction die dus nu is, gewoon alleen op de wereld te zijn. Want het is de zevende zon nu. Dus de Great Saturn Jupiter conjunction is de seventh sun. Als je dat liedje hoort van wat ik heb gemaakt van Willem-Alexander met die drugstoestand, met die cocaïnefabriek, dan gaat het dus I wanna see the seventh sun, dat reggae nummer. Maar daar gaat het ook om, want het is zondag. Een zondag moet voor deze mensen zijn equilibrium. Dat zij dus uiteindelijk rust hebben en zij noemen dat dan in de Bijbel en in de Talmud en weet ik veel wat, noemen ze dat dan het primordial being zou moeten terugkomen. Dat is hun verhaal daaromheen. Maar dat is gewoon onzin. Dat hebben ze allemaal zelf verzonnen. Want de eerste copycat die zij gebruiken voor het geloof van de christenen om ons in een broodje afverhaal te laten geloven was Jezus. Terwijl Jezus gewoon een reïncarnatie was van hun god Nimrod in Tammuz. Dus dat verhaal gaat veel verder dan Jezus terug. En dan had je dus een reïncarnatie van Tammuz, van Nimrod in Tammuz, hun offergod, hun kinderoffergod. En het is Jezus. Wij hebben al die tijd dus gewoon in Jezus geloofd. En die islamieten die hebben al die tijd in Mohammed geloofd. Als de savior of the world. Nou, bullshit. Want als je dan gewoon... Het is gewoon één bron. Het is allemaal hetzelfde broodje aapverhaal, omdat door die Mongol Golden Horde, die triple EM, die mensen met dat genetisch afwijkend materiaal, die dus gewoon doorgefokt zijn en niet willen delen en ook geen enkele andere daar binnen die club willen hebben. En met behulp van de Jezuïeten en die Tempelieren hebben ze dus vrijmetselarij, kerk, scholen, bank, de hele rattenplan opgericht om nu iedereen van deze planeet af te jagen die normaal als mens is geboren of als maal. Mens kan doorgeven. Maar laten we wel wezen, mensen die transgenderd zijn vanaf hun geboorte, die zijn gewoon mismaakt. Die zijn gewoon misbruikt. Die zijn gewoon onvruchtbaar gemaakt. Maar hè, kijk, het kan best zijn dat ze van die mensen wel het een en ander aan genetisch materiaal hebben opgeslagen. Mm-hmm. Opdat ze nog wel een kindje kunnen krijgen als ze gewoon doen wat ze zeggen. Ja, want als je zo'n huwelijk hebt van twee transgenders, die dan een kind krijgen samen, dan wordt dat instrumenteel voor die Golden Horde als assassins. Dus als, enerzijds moeten ze gewoon op bestelling die kinderen offeren.
Moeten ze op bestelling die kinderen laten verkrachten? Moeten ze op bestelling die kinderen dus gewoon, krijgen ze wel grotere posities? Hè, en die krijgen allemaal best betaalde banen om ons van onrecht te voorzien, onze kinderen te roven, een beetje broodje aapverhaal in de Eerste en de Tweede Kamer te bekokstoven enzovoort. Maar ze hebben allemaal maar twee strings van 23a, 23 DNA en ze staan niet op de exclusieve lijst. Dus iedereen is tegen elkaar aan het vechten voor Jan Lul. Voor een stel idioten die gewoon compleet, doordat ze doorgefokt zijn, paranoia, schizoïde, antisociaal, borderline, alles hebben gekregen wat slecht is, omdat ze doorgefokt zijn, omdat ze geen sterk materiaal meer hebben. En daarom ook dat bloed van die kinderen nodig hebben, en die organen van die kinderen, en bepaalde bloedgroepen, om zelf te blijven staan. Maar ook om tegelijkertijd iedereen uit te rossen. Nou, en ik pas ervoor om dat te verzwijgen, omdat ik gewoon weet dat zij als enige willen blijven met 2800 kindslaven, pp. Te zien, koekoek. Maar je gaat nu weer even te snel. Hè? Ik ja, oké, okay, dan ga jij vragen wat je niet snapt. Ja, nee, het heeft niet met mij te maken, maar je gaat weer te snel. Ja? Zou je remmen als het te snel ging? We wilden een hele leerzame podcast. Ja, ja. Daar komt dus ook Vaticaan vandaan. Ja, oh, dat is een goeie. Ja, wacht even, want ik ging te snel met het Vaticaan. Ja, dus je was al bij de Tweede Kamer, daar komen we straks op. We hebben een zeestrijd dus tussen de dogen van Genua en de dogen van Venetië. En die dogen zijn natuurlijk ook al van die figuren die bij die cult horen. Hè, want dat hoort allemaal toen al bij elkaar, vanuit die Venetiërs, vanuit die Egyptische, nou ja... doorgefokte en ja, kijk, als je te veel hebt en te veel geld hebt, wat ga je dan doen? Dan ga je uit, echt letterlijk, ik weet niet of je het Limburgse woord kent, maar liederigheid was een woord, maar liederigheid is gewoon compleet gestoord gedrag. Uit pure decadentie. Als jij alles kan betalen, ga jij slaven voor de arena gooien. Wat dus ook gewoon door die Romeinen gebeurde. Dan ga jij gewoon kinderen verkrachten. Dan ga jij gewoon, het is veel leuker natuurlijk om iets te doen wat niet mag, dan wat wel mag. Dat soort... daarin heeft die doge uiteindelijk in Italië, is uiteindelijk, ja, de Vaticaan is nog maar vrij recent onder de naam, hè, want die kerk en overal de kerken wereldwijd, die zijn natuurlijk door die Tempeliers en die Jezuïeten gesticht. Hè, overal hadden ze plekken, overal ter wereld gingen ze dan met zo'n, met kereltjes, met een, ja, sorry, die Tempelieren die gingen dus met twee man op één paard. En die moesten dan 2 jaar weg, André. Als jij dan verder geen huid of vlees hebt waar jij je aan vast kan houden, dan heb je 2 mannen die ergens zitten in hun uppie en van tevoren gewoon heel lang op een paard hebben gezeten. Ja. Dan staat ook die 2 mannetjes op dat paard. Nou, dan krijg je dus automatisch daarin al gewoon dat 2 mannetjes bij elkaar zijn. En uiteindelijk moeten die dan een schooltje gaan starten om de kinderen bij die moeders weg te roven. Om ze in slavernij te pushen. Hè, van je moet om 7 uur opstaan, want je moet om 9 uur naar school, enzovoort, enzovoort. Om dan vervolgens bullshit op school te leren. En dan uiteindelijk, anno 2020, gaan we iedereen leren dat pedofilie normaal is. Ja. Dat een lul aan een kind geven, dat normaal is. Dat deden zij ook al, want je ziet op die kerken dat er sowieso een kapelaan staat en dat kindje op die hoogte staat aan zijn leuter. Het is koekoek. En het is echt verzonnen door mensen die dus dat hebben meegemaakt. Die misbruikt zijn door die Mongoolhoord. Die zelf geen kinderen kan krijgen. Die dus zelf hermafrodiet zijn. En die nu iedereen weg willen. Uit pure waanzin. Uit pure disgunnen van liefde. Omdat ze die zelf niet hebben. En niet door kunnen geven. En daarvoor zijn wij met z'n allen gewoon een deurwaarder op bezoek. En dan weer een belasting. Voor wie betalen wij belasting? Ja. Wij betalen belasting om ons allemaal om zeep te laten helpen. Iedereen die geen 3 strings heeft. En als er iemand denkt die dan tempelier is of weet ik veel wat, of Teutonic Knight, dan zou ik zeggen, nou, lever je DNA maar bij mij in, dan laat ik het door die bioloog checken. Wedden dat je niet op de lijst staat en dat je alleen maar instrumenteel bent. Ja, en daar gaat het. En dat is wat en dat vader, dat, die vader Kaan, dat is dus Genghis Kaan. En ja. die hebben ze dus, ja, daar is het Vaticaan naar genoemd. Vaticaan is letterlijk vader Kaan. Ja. En Vaticaan is gewoon degene die Mongool is. Daar staat ook de Secret Mr. M voor. Ja, alle James Bond heb jij wel gezien, denk ik, hè? Ja. Wie niet, hè? Nou, die James Bond, dat weet je ook, die zijn allemaal, zowel mannetjes zijn vrouwtjes van origine, zijn transgenders, en die vrouwtjes zijn mannetjes. Dat weten we ook allemaal. En anders kijken jullie allemaal even op Transvestigation 770. Of op mijn kanaal, dat staat ook op bij jouw kanaal waarschijnlijk ook. Ja, dan weten we dat. Secret, en dan begrijp je ook dat al die vrijmetselaren,
En die mensen die bij die cult zitten, of het nou Tempeliers zijn of Rozenkruisers of weet ik veel, dat met uitzondering van de triple drie strengs, dat het allemaal huurlingen zijn en James' Bond, oftewel butlers van de Bond, van de Mongol Horde, van die Bond van James Khan. Daar staat ook die Secret Mr. M voor, of Mrs., want het was altijd Mr. of Mrs. Ja, ja. Ja, ik zat 2 jaar geleden zat ik in Rosmalen en toen had iemand dus, want ik kijk bijna nooit televisie, want ik word er helemaal gaaf van. Ik heb denk ik al 8 jaar geen televisie meer zelf aangezet. Dus, maar toen hadden we dus From Russia with Love hadden we opstaan. En ik zag het ineens. Want ik had begrepen dat mijn ex-schoonvader ook in Istanbul was geweest en dat hij daar geitenogen moest eten. Nou, dan kom je dus achter de Shriners. He, de Shriners is gewoon die gasten met die veshoed op, die rode veshoed. Oh ja. Nou, dat is dus gewoon de assassin hoed, de Brotherhood of Assassins. Daar heb ik Brotherhood of Assassins. En het Vaticaan heeft de islam opgericht om gewoon in eerste instantie dus het Europese ras compleet controle-alt-delete te hebben. Dus om intilt te hebben en gewoon ons te overmeesteren. En dan, ja, dan hebben ze die paus gezegd. En die geestelijke onder het christelijke geloof hebben ze dan letterlijk gezegd dat ze niet moesten trouwen en er voor Jezus moesten zijn. En die man in die zwarte gewaden van de islam, die hebben ze verteld dat ze 4 vrouwen moeten hebben. En dat ze er nog meer krijgen als ze iemand afslachten. Snap je het dan? Het gaat om de Arabic Brotherhood of Assassins. Die vanuit dat verhaal Khan in samenspraak met het Vaticaan gewoon de Mongol Golden Horde middels het Holy Roman Empire hebben gesticht. Via die kerken, via die tempels, via die kathedralen. Want All Seeing Eye is gewoon de hoogste toren in het centrum. Ja. Elk centrum. Maar, en elke maar geestelijke en elke burgemeester wordt bij de kult. Wij waren bij het Vaticaan, hè? Ja, we gaan stappen. We waren nog bij het Vaticaan. En ook weer omdat, waarom kaart ik dit aan? Niet dat dat mega belangrijk is, maar voor de mensen te laten ontwaken. Iedereen heeft wel, hoop ik, gehoord dat er ongeveer meer dan 650 vliegtuigen met goud, zeg maar, in de tunnels van het Vaticaan zijn weggehaald. Hè? Dan kom je natuurlijk weer op dat verhaal wat jij een paar minuten geleden vertelde. Mensen moesten gaan betalen. Dus in feite, hè, dat goud wat eigenlijk allemaal daar in het Vaticaan en in die tunnel lag, dat was dus eigenlijk gewoon geld van de mensen. Ja. Dus dat is gewoon, hè, zeg maar, dat de mensen dat gaan begrijpen, dat wat daar gevonden is, is dus gewoon het gestolen geld van de mensen. Om dat verhaal van nu te begrijpen, dat is dat, hè, je gaat natuurlijk door revoluties en alles wordt anders. Nu. Wat ik net vertelde, kun je dus vergelijken wat ze dus nu doen met belasting. Ja, maar nog steeds, want hetzelfde club. Ja, precies. Dus eerst hebben ze mensen laten gaan begrijpen tot ze zeg maar dat hele belastingverhaal, dat is gewoon geëvolueerd. Ja. En dat is gestart in 1302. En dat is nou ja, zo geëvolueerd. Met het begin van die bank. Ja, dat wij mensen niet anders weten dat btw betalen dood normaal is. Ja, het is niet normaal natuurlijk. Nee, precies. Nee. Dus, en dat is wat de mensen is begrijpen. Hoe en lang dat is, en dat is dat, ja, aan het bestelen zijn. Ja, en die bank die heet, die in Genua, die heet de St. George. En als iedereen het verhaal kent van St. Joris en de draak, dan zijn we al een stukje verder. Want St. Joris en de draak is authenticiteit natuurlijk in Engeland. Hè? En Genua heeft ook dezelfde vlag als de oude Engelse vlag. Dus witte met het rode kruis erin. Dan kun je ook weer gelijk teruggaan naar die Tempeliers, die dat hele verhaal hebben verzonnen. Maar het is echt gewoon georchestreerd dat gewoon iedereen in slavernij kon worden gehouden middels het bankaire slavensysteem, binnen het bankaire systeem. Hè, want eerst vertrouwen geven dat jij dus meer geld krijgt. Hè, zoals jij bijvoorbeeld, net als ik de zilvervloot heb gehad met je ouders, dat iemand een zilvervloot spaarde. Ja, dat is gewoon onzin natuurlijk, want uiteindelijk dat geld er kon worden opgenomen als hoe heet dat ook alweer? Dat zijn lange de termijn deposito. Dan is het niks meer waard, want die bank bepaalt zelf wat de waarde van het geld is. Precies. En die bank die drukt zelf het geld. Hmm. He, want ik heb een heel duidelijk filmpje gemaakt van Haarlem. En Haarlem is letterlijk vertaald in het Engels is hel. Ja? Ja. En ik heb dus ook zo
staan voor het rechtsgebouw in Haarlem. En dat meen ik ook echt, want het hele rechtssysteem is gewoon één groot broodje aapverhaal, betaald door de banken. We hebben dus banken die opgericht zijn vanuit de Skaan enerzijds en anderzijds de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En de andere tijd, en anderzijds de West-Indische Compagnie. De West-Indische Compagnie was natuurlijk Zuid-Amerika. En dat ging dan zogenaamd alleen over koffie en over slavenhandel, over koffie en over suiker. Maar uiteindelijk ging dat natuurlijk vooral over slavenhandel en over cocaïne. Aan de andere kant, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat was in Indië. Ja, Nederlands-Indië en dergelijke, en Japan en China. En nou ja, goed, ook die kanten dus waar Kaan uiteindelijk zijn toestanden had. Dat ging over de cannabis, maar ook de papavers, hè, de heroïne. En ook slavenhandel. Nou, en zij zijn daar gewoon naartoe gegaan als, nou ja, goed, als zijnde ook gewoon weer datzelfde volk. En hebben daar gewoon huis gehouden. Hè? Een aantal mensen die dan ook weer als huurling waren, want alleen kunnen ze het niet, want waar ze het beste in zijn, is mensen uitbesteden en mensen dus bang maken door hun kinderen dus gewoon te roven enerzijds en te bedreigen, te moeten afslachten als ze niet luisteren. En dat is nou tegelijkertijd ook waar we mee zitten, want de enige manier om deze hele wereld in gijzeling te houden middels het bancaire systeem is gewoon kindermisbruik, kinderroof, kindermarteling. Dus de grootste pijler van de Nederlandse problematiek is ook gewoon jeugdzorg. Is gewoon wat eraan gekoppeld is, is WMO, is gewoon jeugdzorg. JBB, WSG, overal, Juvens, hoe het allemaal heet, weet ik niet. En dat is overkoepelend, is Partners voor Jeugd, ja, vanuit het Rijk. Dus Partners voor Jeugd vanuit het Rijk bepaalt dat kinderen geroofd worden bij alle echte ouders, opdat de koning ons allemaal uit kan roeien. En die mensen die worden betaald vanuit de bank. Ja. En dan hebben we familie de Rijken van Augeo. Dat is dan degene die het levert. En van de Rijken is gewoon een satanische familie. En die mensen van Partners voor Jeugd, hè, Fred Teven en Roel van Gurp, is ook vanuit een satanische familie. Dus die zijn enerzijds dus inkoper vanuit de staat, en die anderen dus afnemen vanuit de staat, als leverancier vanuit de staat. En wij betalen belasting om beide te spekken, waarmee wij allemaal onze kinderen worden geroofd, en waarmee wij allemaal een prikkie krijgen, en die kinderen ook een prikkie krijgen. En nu een beetje vanuit de Rutger Stichting, de hoe heet het ook alweer, de meibloemen toestand of zo. Ja, ik heb dat vanochtend gezien. Hoe heet het nou? De Vlindersweek of zo. Weet je waar ik het over heb? Ja. Dat is de seksuele voorlichting vanuit de Rutger Stichting. Oh, nou ja, is dat niet waar dat vanaf komt, dat bericht wat ik gezien heb? Dat kinderen van 3... Ik heb dat vanochtend... Voor naam, maar het staat er echt zo geschreven. Ja, Vlinders, nee, Bloemenweek, weet ik veel. Nee, dat was een fotootje van een boek, van een kind van 3 of zoiets. Ja, dat heb ik vanochtend gepost, ja. En anders... Ja, helaas, dat staat het woordje pijpen. Dus niet dat de mensen denken dat ik een speerpijp ben. Maar ja... Dus er wordt gewoon geleerd aan kinderen hoe dus inderdaad een piemel te... Ja, die bedoel ik. Ja, daarom ben ik ook bij mijn kinderen weggehaald, hè? Ja. Met Want als ik weet dat mijn dus nu al mee bezig, school krijg, ik stap er naartoe en ik grijp die man van school bij zijn nek. Ja, en ik zou hem van tevoren eerst hebben gewaarschuwd. Hè? En die dominee ook die daar rondwandelt en naar iedere dag die kinderen op staat te wachten. Ik weet al, mijn kinderen zijn weggehaald omdat ik als mama gewoon de pijp uit moet. Maar ook dat alle mama's de pijp uit moeten. En de hele mensheid de pijp uit moet. Behalve de idioten die dus misbruikt zijn zelf. Die ook op de dodenlijst staan. Ben je trouwens het printje alles aan het in naam van de koning. Ben je het printje aan het zoeken of wat ben je aan het doen? Ja, ik ben nou aan het zoeken. Hoe heet het nou? Oh ja, dit heet het. Oordeel zelf. Lentekriebels. Nou. Ja, dat is ook zo'n probleem. Dat heet de lentekriebelsfake. En kinderen wordt dan geleerd dat transgenders normaal zijn. Dat homofilie normaal is. Is ook niet normaal, want het is door kindermisbruik. Ja, ik zeg het gewoon. Hooguit dat je toevallig dan anders hebt. Maar anders is het gewoon vanuit kindermisbruik of vanuit transgenderisme. En dat het gewoon normaal is om als kind gewoon seks te hebben met. En waarom gaat dat? Omdat die Turk-Mongol Golden Horde zelf geen kinderen kan krijgen, de hele mensheid aan het uitmoorden is. En wij daar belasting voor betalen. En wij met z'n allen in de rij, ik niet, maar dat er een heleboel mensen dus in de rij zijn gaan staan
om een prikkie te halen, om zichzelf de pijp uit te laten spuiten, of in ieder geval beschadigd DNA te hebben, waardoor je dus geen weerstand meer hebt om je lijf te laten herstellen van elke ziekte die je hebt. Ja, waarom moeten wij daar nog respect voor hebben? En nou moeten wij dus doen wat, nou moeten wij doen wat zij doen. En die Turk-Mongol Golden Horde, die heeft dus privileges gegeven aan die bankiers, aan die burgemeesters, aan die notariële en die notabele, excuseer, en geestelijke, dat zij privileges krijgen als zij ons opruimen, als zij ons beroven, als zij ons benadelen. Dat wilde en ik dat doen. Moeten wij dus, en zij werken allemaal samen en zij mogen niemand van ons helpen. En wat moeten wij nou doen? Wij moeten elkaar met z'n allen gaan helpen. 1. 2. Die assassins, die ook gewoon 2x23 DNA hebben, allemaal waarschuwen. En gewoon dwingen om de waarheid te gaan zeggen. Ja, en dat zij daarboven gewoon hun daders aanpakken. Ja. Want anders is het voor ons allemaal afgelopen. Want dat is het spelletje dat gespeeld wordt door 0,2% dus in Nederland en 1,27% wereldwijd. En dat zit dus met name dus in de States. Hè, en in Israël. Ja, maar je gaat weer veel te snel. Ik vind het geweldig wat je allemaal vertelt. Maar nogmaals, het gaat zich om de kijkers voor de podcast. Ja. Voor de mensen, om het nu beter te begrijpen waarom het leidt dat wij nu op dit moment gewoon wereldwijd gewoon nergens hulp krijgen. Dat is dus dat komt dan van die 1302, pakken we even die datum. Ze hebben het dus, zeg maar, op iedere positie hebben ze er op dit moment zo naartoe gewerkt, tot, zeg maar, op iedere positie wat ook iets met macht of gezag te maken heeft, daar zit dus iemand van dat spul. Ja, alle wereldleiders... Maar daarom blijft die politie ook slaan. Ik noem maar even een voorbeeld op. Die krijgen dus gewoon op. Nou ja, dan blijft de politie ook slaan. Maar die politie is gewoon te dom om te beseffen dat ze zelf op de dodenlijst staan. Precies, maar tot ik kan daarom niet is het over belangrijk waar dat de wij orders dat zeggen. vandaan komen. Snap je waar de orders vandaan komen? Nou ja, waar het geld Hoe vandaan moeten de komt. mensen dat begrijpen? En ook de burgemeesters en dergelijke. Ja, tot dat ook eigenlijk daarbij hoort. Ja. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat slechts een fragment van die burgemeester tot die triple Mongol Golden Horde hoort, of überhaupt niet. Hè? Want dat zijn gewoon de types die de echte Golden Horde, dat zijn gewoon de royals. En dat zijn de business Mongols en de business en de media Mongols. Het zegt het al, media Mongols, business Mongols, waarom heet dat Mongols? En de kerk Mongols, dat zijn ook weer gewoon de religies die er bovenin staan. Maar de anderen die zijn gewoon louter instrumenteel. Ja. Hè? En even, wat was jouw vraag? Nou moet ik even vragen, maar ik ben even kwijt. Oh, de, zeg maar hoe ze het opgebouwd alle wereldleiders, hebben. Dat wij eigenlijk alle van wereldleiders iedereen zijn van die cult. Hebben. Ja, alle wereldleiders zijn gewoon, dus androgyn, oftewel hermafrodiet, oftewel daar dus twee keer female, één keer male, dus FFM, oftewel FMF. Ze kunnen geen kinderen krijgen. Ze kunnen zelf geen kinderen krijgen. Ook niet met elkaar. Nee. Ja, en dus het enige wat ze dan nog kunnen doen is een copycat. Nou ja, laten we wel wezen. Als jij een kindje besteld krijgt, of je moet doen alsof je zwanger bent, je moet met een dikke buik gaan fungeren. Ik bedoel, kijk, op het moment dat ik die buik zag van die vrouw van vrouw, man enzovoort van Baudet, dan kon ik gelijk zien. Want als jij gewoon een zwangere buik hebt en die pelt uit, dan blijft die bobbel toch niet meer op je navel zitten. Dat pelt ook mee. Dus dan wordt de grond in plaats van die vorm. Dat is typisch een kerel die dat verzonnen heeft om zo'n buik te maken, natuurlijk. Ja, ik denk het wel, ja. Het is echt zo. Ja, wij mannen zijn ook nergens goed in. Ja? Nee, maar, nou ja, het maken van een nepbuik. Nou. Ja. Nee, maar ze willen gewoon echt... Laten we eerlijk zijn, hè? Ik bedoel, van Amerika, dat is ook helemaal bekend, hè, bij die Obama's. Hè? Ja, die zogenaamde Michelle en Barack. Ja. Ik bedoel, die kinderen, ja, de echte ouders daarvan, dat is al zo vaak gepubliceerd. Laten we eerlijk zijn. Nou ja, dat is gewoon pharaonic. Dat is gewoon een copycat van een farao en een copycat van iemand die er precies op lijkt. En die zijn er gewoon steeds opnieuw. Ja, precies. Ja, en nogmaals, als je mijn ex ziet, het is gewoon Ludwig II van Beieren. Ja. Lodewijk II van Bavaria. Ja, die foto's heb je gezien. Zie die foto's en vaak. En toen ging me uiteindelijk een lampje branden. En nadat ik dat Rozenkruisers verhaal doorging, ging ik me studeren op dat alchemisch huwelijk bij die Rozenkruisers.
Ja, en dan valt alles op zijn plek, hoe idioot het ook is. Maar er is één ding wat heel erg belangrijk is om te weten, ook al komt een kind uit een reageerbuisje, op het moment dat het door een echte moeder wordt opgevoed, door gewoon in de juiste manier wordt opgevoed, dus op een juiste manier gewoon genegenheid, aandacht en enzovoort krijgt, dan wordt het geen monster. Ja. Maar dat willen zij natuurlijk niet, want zij willen Nee. als enige blijven leven. Zij willen de Sodom en Gomorra en ons uitgeroeid. En Ja. dat transgenderisme, dat kunnen ze gewoon al heel lang. En dat was al in de tijd van Agrippa. Ik weet niet of dat je Lisbeth het daarin hebt gehoord. Hè, maar dat is gewoon van heel lang al. Maar het gaat dus om mutaties. Dus eigenlijk gewoon ja, compleet gestoorde zielen die geen ziel meer hebben. Die gewetenloos zijn daardoor. Die doorfokken dus ook echt gewoon psychopathische trekjes hebben gekregen. Zowel... Maar enerzijds en anderzijds ook echt geen geweten meer hebben. Die dan ergens nog ooit wel een keer kinderen hebben gekregen dat ze gewoon iemand erin hebben gedaan. Maar die hebben ze natuurlijk ook weer misbruikt. Hè, want ja, kijk, als ik op een gegeven moment van iemand te horen krijg van ja, ik vind het gewoon leuk om te doen en ik weet niet beter, zal vanaf school. Dan kan dat best wel iemand zijn die dan geen triple IM is. Hè, die Wouter Boezer, ik zeg dat gewoon. Ik vind het niet normaal dat iemand gewoon... 23 kinderen heeft verkracht en 2 heeft vermoord. En het gewoon leuk vindt om te doen. En dan fondswerver is bij de Flying Doctors en gewoon in een koor zit ergens in Zuid-Holland. Ja, dat is toch Ja, ook. Maar al die mijn mensen. nekharen gingen overeind staan toen ik die berichtgeving Maar kreeg. iedereen heeft het toch ook live kunnen zien bij wat bij Disney gebeurd is. Er werd iemand, ja, ik weet even niet meer zijn naam, maar hij werd daar betrapt, zeg maar, op dat pedofilie en alles. En via de achterdeur kwam hij terug weer op een andere functie. Weet je, zo'n ding allemaal. Ja, En maar het houdt elkaar, en dat is daarom niet zeg ik allemaal ook, bekend. het houdt elkaar allemaal de Het hand houdt boven het gewoon hoofd. niet op. Als wij nou allemaal elkaars hand boven het hoofd gaan houden, kijk, en ook die mensen die nu controlled opposition zijn, die gewoon 2 keer 23 strings, 2 strings van 23 DNA hebben. En als wij elkaar nou eens gaan helpen om die koning, keizer, admiraal, poppa kennen ze allemaal. Want ze gaan allemaal wel naar de play, maar ze zijn er alleen maar mee bezig ons af te slachten, waar wij dan ook nog eens voor moeten betalen. Als ze die nou eens aan gaan pakken. Als ze de rollen nou eens om gaan draaien. Heel iets anders. Hè? Ja. Misschien is dat wel een leuke tip voor die mensen om dat eens te gaan bekijken. Ja, als ik met Robert Boerman podcast te maken, ja, wij kunnen bijna een filmrubriek beginnen. Maar wij zijn al toevallig in het tweede seizoen bezig. Het zijn 3 seizoenen van Ragnarok. Dat gaat over Thor, weet je wel, het begin van Thor. Hoe hij de krachten krijgt. En hij heeft nou zelf een hamer laten smeden, maar die moet de krachten nog krijgen. Maar goed, ik moet niet te Ja. veel vertellen, want anders, ja, niet meer leuk voor te kijken voor de mensen. Maar waarom vertel ik dit? Die leven dus ergens in Noorwegen, Edda, of zoiets heet die plaats. Maar in ieder geval, daar ligt ook een fabriek en die stoten allemaal chemische spullen uit. Maar die eigenaars daarvan, hè, lang verhaal kort maken, die eigenaars daarvan, die zijn niet van hier. En die krijgen allemaal die rare oogjes, weet je wel. Maar goed, in ieder geval, waarom ik dat vertel, die laten ook heel vaak een fotoalbum zien. En dan zie je dus gewoon foto's van, ik noem maar wat, in de 1800, Ja, dit zijn precies dezelfde mensen die nu leven. van hunzelf. Dus precies Ja. hetzelfde uiterlijk, alleen de kledij van toen. Snap je? En dat is als mensen dus veel, 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 als ze een serie of zo kijken, op dat soort dingen gaan letten. Ja. Ze tonen je alles, maar je moet opletten. Dus je moet echt Nou ja, en opletten. daar gaat het dus om. Dus het gaat er Ja. gewoon om dat er een kleine groep is die iedereen wil uitmoorden. En dat die gewoon geen normale man-vrouw situatie meer willen Ja. hebben. Dus dat betekent dat als alle vrouwtjes weg zijn, dan zijn zo alle mannetjes ook opgeruimd. Want die gaan elkaar dan afslachten, zowel transgenders als gewone mannen. Hè? Want dan Ja, krijgen we dadelijk hoor. maar Dan de zijn er geen reden vrouwen meer. Dan wordt er gewoon ruzie gemaakt door vrouwen die nog vruchtbaar zijn. Want een heleboel vrouwtjes zijn al onvruchtbaar gemaakt. Doordat die HPV-prik en al die prikken die we hebben gehad. maar Ik ben waarom echt ik dat. ziedend op gewoon deze Nederlandse staat dat mijn kinderen gewoon gevaccineerd zijn met de reguliere vaccinaties. Ja, Het is dat zeker. mijn Nikki dat ze maar één prik van die HPV heeft gekregen, misschien nog kans heeft dat ze vruchtbaar is. Maar het is gewoon schorm. Moet gewoon opzouten. Ze hebben Ja, dat is onze kinderen gewoon gemarteld. Ze hebben onze levens verwoest. ik wou Kijk, net en zeggen, nogmaals, mijn ex-man laat was dan wel weer. bankier, maar die wist waarschijnlijk ook niet hoe dat zat met het vaccinatieprogramma. Dus niemand wist het exact, Nee. behalve zij zelf.
Nee, maar Dat zijn precies. gewoon moordenaars. Laten we ook heel eerlijk zijn. Ik bedoel, met de wetenschap en wat nu al allemaal naar buiten gekomen en aan het komen is. Wij mogen rustig zeggen dat ze gewoon echt genocide gepleegd hebben. Hè, Ja, want, precies. Ik zei gewoon dat het moordenaars zijn. Het is gewoon ja, kinderverkrachters en de moordenaars zijn. bewijzen liggen er gewoon. Alleen, ja, nou komt het natuurlijk weer. Het moet wel de menigte bereiken tot ze het gaan beseffen. Ja, de menigte moet beseffen dat ze bij ons terecht kunnen, bij Lisbeth en mij, gewoon om een people's court te hebben. En gewoon ook, ja, we hebben gewoon ook mensen nodig die gewoon naar die mensen toe gaan. Ik wil weten wie misbruikt heeft. Ik ga niemand gewoon gelijk de cel inzetten of een kopje kleiner maken. Nee, ik wil weten door wie zij misbruikt zijn en wie hun opdrachtgever is. En als dat Willem is, dat zal wel in de feest vallen. Maar vaak zijn het ook de hoogste ambtenaren van de ministeries, heb ik doorgekregen, intern binnen de ministeries, dat de grootste klootzakken zijn. Want die voeren natuurlijk ook het beleid voor Alexander aan. En dat het mogen duidelijk zijn dat het gaat om één groep hermafrodieten, die de wereld aan het uitroeien is, waar alle wereldleiders onder bestaan. Hè? Want Trump is gewoon een Trump, dat is gewoon een vrouw. Hè? En ja, zo kun je heel lang doorgaan. En Willem is geboren als vrouw, die is ook gewoon misbruikt, Maxima ook. Maar dat geeft geen reden om ons allemaal af te slachten. Laat staan dat wij nog een rode rotcent aan belasting betalen om onze levens naar de kloten te helpen. Het is leuk En dat ze jij gaan nu bezig zijn met famine, met hongersnood. Dus wat is nu belangrijk? Dat jij en ik en iedereen die gewoon iemand kent, van joh, ga niet je medemensen openaaien. Ga jij niet meer voor de gemeente die briefjes van belastingaanslag huppel de pup brengen. Ga jij niet meer iemand afsluiten als jij een monteur bent. Ga jij niet meer gewoon rotzooi in je prikkies doen als standaard, als daar rotzooi in zit als iemand een prikkie krijgt. Ik noem maar wat, hè. En als jij bij de waterleiding werkt en je moet er rotzooi in gooien, hè? Doe dat maar gewoon niet meer. Want je staat op de dodenlijst. En daar gaat het nu om. Wij moeten nu met z'n allen beseffen dat het om één kleine groep gaat die wereldwijd alleen recht op leven dunkt omdat ze onvruchtbaar zijn. En daarom als enige in copycats eeuwig willen leven met de energie van onze kinderen die ze een aantal nodig hebben om hun bloed en organen te... Ja, het is Maar is het zo wat je zegt, Rudy? Op dit moment zijn heel veel mensen die wat in feite bevelen uitvoeren. Ja, wat een normaal mens gewoon niet zal doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik bedoel, wat ik nu een zeg. andere podcast met Arie, die legt dat dan zo fijn uit. Zoals je de politie pakt. Kijk, oké, dat je moet luisteren naar de politie, kun je over twisten. Maar als iemand zich al omdraait, dus hij voert uit wat jij doet, en je gaat hem dan van achter nog neerknuppelen, en weet ik wel allemaal. Ja, het spijt me echt wel. Ik weet niet wat ik verwoord je aan zo'n wat het persoon. belangrijkste is, wat het belangrijkste is, dus kennis is macht. En dat wij gewoon elke politieagent die wij zien, elke gemeenteambtenaar die wij spreken, of hele adressenbestand, wat je gewoon in je telefoon hebt staan, in je WhatsApp, in je Telegram, in je weet ik veel Signal, dat je gewoon de waarheid deelt. En dat het daadwerkelijk gaat om één hele kleine club die de hele wereld als yin en yang en ken u zelf een bullshit tegen elkaar aan het uitspelen is. En dat alchemie, dat het goddelijke is. Het is natuurlijk onzin. Het zijn mensen die mismaakt zijn. Die dan gewoon als alchemisch huwelijk, bla bla bla. Die dan nog een kans krijgen om een kind te krijgen. Die ze dan ook nog moeten laten misbruiken. Waar gaat dit over? Waanzin. Elke vrijmetselaar die nu gewoon... Oh, het zijn allemaal lulletjes rozenwater. En ik zeg dat gewoon keihard. Of het nou artsen zijn of specialisten of politieofficieren. Het zijn lulletjes rozenwater die zelf op de dodenlijst staan. En nu moeten kiezen voor het voortbestaan van de mensheid. Ja, maar van ons alle voortbestaan. Dat is het ook. Hè. Waar gaan ze dan als eerste naartoe? Naar de koning? Hè? Naar de leidende bankiers? Naar de grote jongens die gewoon de Big Eleven aanvoeren. En dan heb ik het ook gewoon over Philips, Albert Heijn, de grote conglomeraten, de olie enzovoort. Het zijn ook allemaal people de clowns die daarboven staan. Hè? Die zijn ook misbruikt. En die zitten in clubjes dat ze meer macht krijgen als ze meer kinderen hebben verkracht en op een meest ziekere manier nog hebben afgeslacht. Dat is wij, wat... hebben, wij en ik zijn mensen. Hè? Denk eens alleen al over een kind dat moet vluchten in het bos of in de duinen of weet ik veel waar. Of een of andere randebiel. Denk ook even aan die Schotse rokken waarvoor ze die hebben.
Om daardoor verkracht te worden, vervolgens te worden gemarteld en afgeslacht. Daar is geen excuus meer voor dat we dit toestaan. Er zijn genoeg getuigenisverklaringen al over, hè? Dus het is allemaal geen onzin dat verteld wordt. Hè? Kijk, en dat is ook even het puntje van dat ik toen straks over films en series begon. Mensen moeten ook begrijpen, ja, hoe moet ik dat? Ja, jij denkt wel dat jij dat 10 keer beter kan uitleggen als mij, maar ik zeg het gewoon op mijn manier. Die mensen, die moeten ons het eerst vertellen voordat ze het mogen uitvoeren. Dus, het is niet zo dat ze het ons eerst moeten vertellen. Maar het gaat erom dat die Mongol Golden Horde het moet vertellen aan hun tempeliers en jezuïeten en volgelingen, opdat die begrijpen. Dus niet aan ons, maar aan hen. Zodat zij kunnen uitvoeren. Want als zij geen loophondjes hebben, want het zijn allemaal loophondjes. Oh, ja. Het zijn allemaal teefjes. Ja, mag ik het zo zeggen? Het zijn allemaal teefjes die gewoon misbruikt zijn en die gewoon voor hun baas gewoon iets gaan ophalen. He, gooi een bal weg en dan komen ze met een bal terug. Maar dus wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat is dat in feite, als mensen naar films, en hoeveel voorbeelden zijn er al niet geweest, dat in feite in films eigenlijk alles wordt getoond. Als je oplet. Ja, kijk alleen naar, ik wist dat niet. Ik heb ooit in Videotheek Hollywood gewerkt en Boxmeer toen ik VWO zat nog. En dan had je dan die horrorfilms. En ik dacht, wat is allemaal voor bullshit? Maar het is geen bullshit, het is gewoon waarheid. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik kwam in 2018 pas achter dat het zo was. Ik zakte door de grond. Ik denk van, nee, nee, nee. Ik heb ooit één keer in mijn leven... Ik heb rallies uitgezet voor die gasten. Ja, dat heb je verteld. Met de gos is misbruikt, kleuter en staat zelf op de dodenlijst. Ik word gewoon een warme borst voorgehangen van Willem. Dat is wat die mensen zich langzaam eens moeten gaan beseffen. En ja, goed, ondanks dat ze nu de mooie functies hebben en de rijkdom, ja, ze moeten echt gaan beseffen, het briefje wat ze hun voorgehouden hebben, heeft evenveel waarde dan voor ons het geld. Voilà. Dat is niks. Dat hebben ze dus ook gedaan. Ja. Het geld wordt geprint bij Johannes Enschede en Zonen in Haarlem. Van daaruit is dus ook gewoon het eerste constitutionele stukje Nederland gebouwd. Hè, vanuit de WOC en de VOC en de WIC. Nou ja, en degene die gelddrukker was in Haarlem, Johannes Enschede en zoon, was een zoon van de koster. En waar kwam die koster vandaan? En koster die vangt het geld, hè, voor de hele toestand in die kerk. Sint Bavo in Haarlem. Ja? En Haarlem was hel andersom. Maar dat was gewoon een heidens cultplaats waar mensen gewoon bij elkaar zijn gaan wonen. Die ook in die tijd al de goden vereerden. Die gewoon, waarvan zij dachten dat als ze die gewoon kinderen offerden enzovoort en afslachten, dat ze dan een betere oogst zouden krijgen. Maar dat is natuurlijk helemaal van de pot gerukt in deze tijd. We zijn veel verder terug dan de middeleeuwen nu. Ja. We zitten gewoon in de tijd van Justitianus, wat ook uitgelegd is op het kanaal. Het is echt gewoon van de pot gerukt. We hebben dus gewoon rechtspraak is 3 sets tennis. Toen ik erachter kwam, die tenniscourt, ik ging zoeken, tenniscourt. Jeetje, Mina. Ja, 3 sets. Zes. Hè, want je hebt, ik weet, speel jij tennis? Tennis, ja. Heb je wel eens tennis gespeeld? Ik speel niet, maar ik dan weet... heb je toch sets. Dan heb je toch 3 puntentelling. Ja. 5-2-6 met 3 sets. Nou, dat zijn de beurten die je in de rechtbank krijgt. De spreektijd. Dan één, dan die. Enzovoort. Nou, en het is altijd gewoon degene die... Het wordt gewoon door 2 personen wordt dualiteit. En die dualiteit die wordt dan door die advocaten gefingeerd. In samenspraak met de griffier en de rechters. Maar allemaal voor Willem. En degene die hun kinderen hebben laten verkrachten en of afslachten, die krijgen privileges. En die mogen rechtertje spelen. En die mogen advocaatje zijn. Of die transgender zijn. Die gewoon eigenlijk gewoon castraten zijn van de koning. Oftewel de ruin als paard dat dienst kan bewijzen. Omdat hij dan rustiger is. En geen wens meer heeft van voortplanten. Want kan niet meer. Hoe ziek is dit? Hoe meer je geofferd hebt, hoe beter je functie. Hè? Maar met hetgene wat wij allemaal ontdekken, kom je daar wel op die manier achter. Ja, en dan als je dat... want ik refereer er nogmaals aan. Dat liedje van Lord, oftewel Billie Eilish. Dat heet ook Tennis Court. En dan zingen ze dus ook... We're all aligned for the throne.
Dus al die figuren, ja, zij zingt er ook op een hele droefgeestige manier over, dat het gewoon onzin is en dat ze allemaal naar de, dat ze maar een beetje gaan lopen praten. Maar eigenlijk, er zit geen ziel meer in. Ze zijn beschadigd. En doordat ze beschadigd zijn, kunnen ze instrumenteel zijn, omdat het enige waar ze nog op kicken is, is gewoon luxe, geld, macht, eten en anderen kapot maken. Ja. Omdat ze niet meer kunnen uitstaan dat een ander wel heeft wat hen is afgenomen. Maar nou is het dus belangrijk dat iedereen in die hoedanigheid, of nou rechter is, want ik stuur gewoon ook alles door naar, naar advocaten van mij en van de politieagenten, omdat ze gewoon huurlingen zijn, omdat ze gewoon kapot worden gemaakt. En als ze dan iets willen doen om hun leven te verrijken, pak dan in godsvredesnaam je dader aan in plaats van gewoon ons. Want wij kunnen jullie nog helpen. Hè? Ja, en als ik dan hoor, ja, ik bedoel, mijn vriendinnetje met wie ik naar school liep, Karin Jansen met een C, die heeft hetzelfde meegemaakt. Die slikte gewoon hormoontabletten, weet ik nog, toen ze jong was. En ja, goed, ik mocht dan niet bij haar op een kinderfeestje komen, zij wel bij mij. Terwijl ik er iedere dag mee naar school liep. Uiteindelijk weet ik dat haar vader, Jo Jansen in Boksmeer, die heeft toen nog in de bak gezeten, omdat hij zijn zaak had aangestoken of zo. Maar ik weet dat er alleen maar pijn en verdriet is geweest. En dan kan Jo Jansen nu wel in een Rolls-Royce rijden en een tankstation hebben en weet ik veel. Maar ik weet gewoon dat dit ellende is geweest. En Karin Jansen is nu de rechterhand van Femke Halsema. Die doet facilitair beheer in Amsterdam. Nou, als ze dit ziet, in godsvredesnaam, Karin, pak alsjeblieft de Golden Horde aan. Ze zijn ons allemaal aan de besodemieter. En hetzelfde geldt ook als het zo is voor Femke. Maar deze mensen zijn gewoon gebruikt. Ze zijn gewoon verplicht gebruikt. Want anders zou Jo Jansen nooit in de bak hebben gezeten in Gaven. Want dat was gewoon een doodgoeie man. Ik ken die man nog. Het was een hele vriendelijke vader. En dat was geen transgender. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus het is allemaal dat jij gewoon, als jij een bestaansrecht wil hebben en een bedrijf wil hebben, dat je dan eerst je kind, je ouds geboren als Karin, dan naar de kloten moet laten. Ja, ik ben er kwaad over. Ik ook echt heel kwaad. Mijn beste vriendinnetje op VWO ook. Ilse van den Anker. Haar vader had van den Anker klinkerwerken in Duitsland. Dat was mijn beste vriendin. Uiteindelijk, ja, dan is ze verliefd op mij en ik kon daar niet aan beantwoorden, omdat ik, ja, dat raar, weet ik veel. Maar ik begrijp nu dat zij gewoon geboren is als man. En ik hield van haar. En ik hield van Karen, maar iedereen, we hielden van elkaar en we waren vrienden. Maar wij worden nou door één klotenbende, de Van Nassaus, de Oranje Nassaus en de Von Sachsen-Gotha-Coburg, allemaal tegen elkaar uitgespeeld. En ik zeg dit nu met bewust hart. Ja. Omdat ik alleen maar geleden heb, maar nu ook besef dat zij ook allemaal geleden hebben. Door die horde. En als iedereen nou beseft dat die triple IM zijn, 3 strings, 23 DNA hebben en wij allemaal niet. En dat wij allemaal op de dodenlijst staan, is het nu tijd voor de waarheid. Maar en wil ik nu gewoon die mensen ook gewoon spreken en gewoon op tafel hebben. En ik wil gewoon met mijn part een knuffel geven. God, wat heb jij meegemaakt? Ja. Ja, ik wil dat deze oorlog nu wordt gestaakt. En ik heb het niet verdiend om geen mama te mogen zijn en niet te weten wat er nu met mijn kinderen gebeurt. Schrikkelijk. Ja, maar en ik heb het niet verdiend dat mijn moeder vermoord is, mijn moeder Truus. En ik heb het niet verdiend dat ik uit mijn huis ben geboord met een razzia. En ik mag terecht boos zijn, want ik weet dat iedereen lijdt. En dat heb ik ook 2 jaar geleden al uitgesproken in die film van Fight Your Real Enemy Instead of Each Other and Moms Like Me. Maar dan moet het maar gewoon op een harde manier. En die harde manier die kan bewerkstelligen dat die mannetjes gewoon openkomen met wat ze hebben meegemaakt. Ja, dat is en ik durf van met klootzakken als Hans Meijer die mij genaaid hebben om tafel te gaan zitten, dat hij vertelt wat er gebeurd is. Maar het gaat allemaal om die ego. Ja. Maar het is nu genoeg geweest. Pak je echte vijand aan. Ja, het geldt ook voor politie en justitie. Maar even dan hier, hè. Ik wil even terug naar... Ik heb mezelf al aan, hè? Nee, ik laat je gewoon af en toe lekker razen. Kijk, weet je wel, Trudy, ik ken je al een stukje beter. En mensen wat naar jou kijken, ja goed, daar heb ik zoiets van, ja, wend er maar aan. En ik heb zoiets van, maak het maar mee, dan snap je het. Dus voor mij mag je. Maar ik probeer het wel om toch nog de podcast een beetje bekijkbaar te maken. Af en toe aan die rem. He, want als ik nu niet ingegrepen had, wie weet wat er wat eruit gekomen was. He, gewoon puur frustratie eigenlijk en boosheid. Maar ik wilde even terug naar Argentinië.
Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Onze koning, ja, dat was vroeger toch zo'n intelligent mannetje. En het was toch zo'n stuk om te zien. En dan zie je daar Wie? zo'n Onze prachtige. koning? Ja, maar nee, ik ben even aan Oké. Hans en Grietje Ja. verhalen vertellen. Een leuke opbouw, zodat jij hem kunt afmaken. Maar in ieder geval waren we een heel leuke, intelligente koning. Ja, hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom. Ja, er was ook nog een stuk om te zien. En die krijgt dan zo'n bloedmooie vrouw. En dan wij ons Ja. afvragen, hoe de fuck kan dat? Want Rudy, leg dat eens uit. Wat is gebeurd met onze Adolf? Waar is hij heen gegaan? Wie Ja, naar waren zijn Argentinië. vrienden? Naar Wie waren Adolf Argentinië, maar zijn vrienden? heel veel mensen hebben dus een huis in Argentinië. En ik kan je ook even tussendoor vertellen dat ik ooit op wintersport ben geweest in Hotel Dosses in Santa Cristina, dat is in Valgardena. En toen zaten wij met iemand aan tafel, die was werkzaam bij Philips. Ik weet zijn naam, dat gaan we nu niet noemen. Maar die had het op een gegeven moment met mijn ex erover: wat ga je doen als de pleuris uitbreekt? En die ging dan naar Argentinië. En ik weet ook dat, dat andere mensen die ook backup hebben in Argentinië. Ja, Maar dat maar ik ja, wilde maar die eigenlijk mensen hebben naar. elkaar, die zijn gewoon uitgekookt voor elkaar. Dat zijn gewoon twee breeding projects die gewoon aan elkaar gekoppeld zijn, die allemaal vanuit die Mongol Horde gewoon ja, Ja, daar copycats wilde ik zijn eigenlijk geweest. naartoe, zeg maar. Hitler is daarheen gegaan. Hitler was gewoon bevriend met de vader, hè, van die Sarajeda, met de vader van Maxima. Prins Ja, en Bernhard. Bernhard kan daar ook altijd. Bernhard kwam er ook, snap je? Daarom kaart ik dat aan, tot de mensen dat eens gaan begrijpen hoe dat allemaal in elkaar zit. Ja, Kijk, en dan daarnaast En wat mensen heb je ook het. niet weten, en nogmaals, ik kan het niet 100% bevestigen, zeg ik erbij, maar naar mijn onderzoek en dergelijke, wat ik allemaal zo gelezen heb, is onze Adolf is verder gegaan als Walt Disney. Daar is ook Disney door ontstaan, volgens mijn onderzoeken. Walt Disney was voor Adolf, hè? Ja, nogmaals, wat ik Volgens mij. zeg, kan niet Weet ik niet, bevestigen. dat durf ik niet te zeggen. Maar Maar ja, ik goed, kom er een beetje op uit. het kunnen dus copycats zijn. Het kan ook gewoon de acteur zijn geweest die in dat jasje heeft gezeten, ja. Maar zeg maar, wat Ja. ik eigenlijk wil zeggen, er is een connectie met waarom Ja, Walt ik Disney heb ook. daar ook een oude clip van geplaatst. Ik weet niet of je die gezien hebt, dat filmpje met Walt Disney. Dus ja, dat hele verhaal, de Er is een nazi-verhaal op het connectie gemaakt. tussen zeg maar Adolf en Walt Disney. Laten we het dan Ja, even. dat het allebei tussen bij die Mongol Horde hoort, Ja. of alleen hij, of dat het een twee zijn, dat is duidelijk, ja. En laten we wel wezen, in Argentinië hebben we in der tijd dus die mensen die gedropt zijn vanuit dat vliegtuig. Hè, die ambtenaren of mannen die dus uit dat vliegtuig zijn gegooid, Ja, die dat door is die veel bij een heel groot POG thema gedumpt geweest. zijn. Ja, dat is gewoon waar, want ik heb gewoon een vlieger gesproken die een collega van hem was en kende. En dat is gewoon ook uitgesproken dat hij dat wel degelijk heeft gedaan. Ook weer heeft moeten doen van die Golden Horde. Ja, er zijn allemaal instrumenteel. En als ze niet luisteren, dan wordt een piemel eraf gehakt of weet ik veel. Maar dat is gewoon fact. En als we dan nu hebben over die dwaze moeders in Argentinië. Mag ik dan nu alle vrouwen en alle moeders in Nederland vragen dat wij een koningin uit Argentinië hebben? Die ten eerste instantie sowieso transgender is en bij die Golden Horde hoort. Hè, die dus zelf onvruchtbaar is. Die ons alle nu de dwaze moeders noemt. Hè, want ik ben een dwaze moeder, omdat ik geen recht heb om mama te zijn. Omdat ik een echte mama ben, die haar kinderen dus beschermt tegen. En dat zijn dus nu allemaal met 6 miljoen vrouwen. Die Nesette Tamirci, Controlled Opposition in zijn filmpje noemde. Op de dodenlijst staan en dat ze daar met z'n allen dus achteraan zitten. Opdat de mensheid gewoon niet zal overleven en zij alleen als copycats door kunnen gaan. Dus nogmaals, vrouwen, wij hebben kracht genoeg om dit te doen. Ja, want Ja, die mannen durven het over het algemeen niet, maar want die wat wil zijn. je nou zeggen, Trudy? Ja, Wat ik jij zie, wel, maar. nee, maar wat ik links en rechts zo om me heen zie, en ik kan jullie voorspellen, onze toekomst hangt van onze vrouwen af, en dat op twee manieren. Want Ja. waar zijn die mannen? Ja. Waar zijn ze? Vanaf dag één hebben ze die vaccinaties natuurlijk ook zo aangepast dat die mannetjes
meer vrouwelijk zijn geworden. Maar daarnaast hebben ze de hele rattenplan met feminisme. Waren gewoon omgebouwde kerels, al die feministen. Al die bankvrouwen, die eerste bank, allemaal omgebouwde kerels. De directeur, die Barbara Toestand van de Rabobank, Barma Baarsma, is gewoon een omgebouwde kerel. Alles wat in de Tweede Kamer zit omgebouwd. Ja, dus het gaat om exit vrouwen, maar er zijn ook geen vrouwen op topposities. Er zijn ook geen vrouwen qua royals. Kijk, ja, die zijn omgebouwd door man. Dat is ook iets, Trudy. Kijk, ja goed, je hebt daar ook een speciale kanalen van, maar ja, die draaien. Ja, dat is heel moeilijk. Maar in ieder geval transvestigation. Ja, maar dat draaf ook wel eens een beetje door. Maar dan nog is het heel belangrijk om te weten dat die transgenders ook alleen maar gewoon bafomet zijn en gebruikt worden. Ja, maar daar wilde ik niet naartoe. Waar ik naartoe wilde, is van, ik kan bevestigen, ja, wat ik zelf ook zo weet, dat klopt wat je zegt. Maar als mensen dit luisteren, dan heb ik zoiets is van, kijk dan eens naar die mensen. Kijk, daar zijn er bij dat ik denk, wow, dat is een mooie vrouw. Wij we beter weten. Maar ik bedoel maar er zijn er ook bij. Ja jongen, je mag dat ding voor mij hebben en kijk nog een keer. Bedoel, wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je dat niet ziet, ja, als je de tip krijgt van, hey, let eens op, dat kon wel eens een man zijn. En als je dan gaat kijken en je ziet het dan nog niet, ja, dan is alle hoop verloren. Dat is wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Mensen, kijk nou toch eens fatsoenlijk. Dan zie je ook dat, hè, onder andere Trudy en dergelijke, niet zomaar dingen roepen. Nee, en het is ook heel belangrijk, want wij vroeger dachten als manwijven, dat zijn gewoon mannen. Ja. Die manwijven met die stalbenen die recht lopen, dat zijn gewoon mannen. Mijn moeder noemde het vroeger stalbenen als een vrouw dan gewoon zo'n recht. Maar dat zijn gewoon mannen. Jij bent iets kwijt? Nee. Renate, kom. En ja, die wil niet... die wil niet in de picture. Nee, die wil niet. Die heeft zoiets van, André, dat is jouw dingetje. Snap je? Ja, dat kan ik. Ik had dat nog niet verwacht. Ze ging nog naar haar vader en zo, dus ik had ja, anders dan gaan we de volgende keer verder, als jij gewoon even met Renate... Want je hebt van tevoren 2,5 uur met mij zitten kletsen. Ja, de teller, even kijken. Oh my god. Dan, 4 uur zitten. Ja, dan houden we het nu even bij deze belangrijke boodschap. En dan gaan we de volgende keer een volgende doen. Ik weet eigenlijk niet meer hoe lang dat we nu aan het opnemen zijn. Ik heb even geen idee. Maar in ieder geval, ons totaalgesprek is 4:07. Ja, daarom. Maar dus, als je met André aan de podcasting doet, is goed voor de lijn. Ja, maar laten we eerst zijn, we hebben ook allemaal dat veel te vertellen. Weet je de hele dag niks. Ik heb nog niks gegeten vandaag. We hebben ook veel te vertellen. En dat is wat ik vaak ook zeg. Hè. Kijk, jij bent ook kanaaleigenaar. Je zet je in. Andere mensen wat ik ken, hè, die doen iets op de geneeskunde. De ander doet iets met voeding. De andere met algemeen. Weet je, het is gewoon ook zo interessant om met die mensen... buiten de camera te spreken, wat wij ook gedaan hebben, snap je? Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, wij zijn toch maar degene wat toch maar met het hoofd in beeld komen, snap je? Ja, en nou ja, we moeten de kar gaan trekken om mensen gewoon de juiste richting te sturen. Kijk, jij weet dat ook, ik weet dat ook op het moment dat ik besloot, oké, ik ga het doen. Je weet dat je op de hakblok ligt. Ja, nou ja. Maar we weten ook dat allemaal op de dodenlijst staan als we niks doen. Okay, dat geldt. En dat moeten wij doorgeven aan onze vijanden. Snap je dat? Ja. Want daarboven staan de vijanden. Last van mensen die niet luisteren, weet je wel. Hè? Die blijven het nog niet begrijpen. Daar hebben wij last van. En ja, laten we eerlijk zijn. Ik mag, of moet ik afkloppen. Op dit moment mag ik nog helemaal niet klagen. Maar als ik dat van anderen hoor... Ja, velen worden toch wel echt afgebrand, hoor. Dan denk ik, poepoe. Nou ja, ik ben er minimaal 55 mensen bedreigd. Ja. Door ruim 50 mensen gewoon gestalkt en beroofd en enzovoort en controlled opposition. Maar ik weet wat ik zeg en ik weet ook wanneer ik mensen waarschuw voor mensen. Nou, en als ze het niet leuk vinden, is dan jammer. Om toch maar één voorbeeldje te noemen, hè. Het gebeurde toevallig op jouw chat. En dan snappen een beetje de mensen, weet je wel, waar ik naartoe ga. Jij komt dus met je koppenbeeld, hè? Je zet je zo in. Er is een dappere man die zegt van, weet je wat? En ik ga het bekendmaken. Ik ga voor die camera. En hij maakt, weet ik niet hoeveel filmpjes. Je ziet, zeg maar, de emoties, de verhalen.
En ook nog eens een bekentenis, wat toch wel een redelijke bekentenis was. Krachting van door Wilders, ja, van al Lars. Meer wat hij zelf heeft moeten doen. Ik ga dat niet uitspreken. Hij heeft iets moeten doen. Maar goed, moeten ze maar de filmpjes voor jou bekijken. Het staat er allemaal op. En dan kom je in die chat. Ja, ik trek toch wel een beetje dit in twijfel, want de... Wat stond er nou precies? De manieren of... De manier waarop Lars spreekt, ja, dan ja, dan zag snap bij je. Mij, daar gaan ze dan die zag bij mij jongen. echt Oh, gewoon man. alle respect weg. Dus iedereen, dat heb ik al eerder gezegd, iedereen die Lars verhaal in twijfel trekt, lust ik rouw. Maar dat betekent ook gewoon gelijk, exit mijn kanaal, exit mijn chat. Ja, kijk ja, op... ik heb een openbaar kanaal, maar... Ja, Mama vs. Mafia is ook waar, maar dan nog, ik pleur ze van de chat. En dan gaan ze ook niet meer terug. Maar heb ik gewoon klaar. Echt, als je iemand zo wat mij ziet, gezien heeft op die manier. Ik als kom je... voor mensen op. En als mensen die dat hebben meegemaakt, door de mangel worden getrekt, dat ze niet geloofd worden. Terwijl ze het andere detail... Ik heb dus, Truus Schouten, nogmaals. Ik heb gewoon de littekens op haar enkels gezien. Dat ze nadat ze geboren, een geboorte had gegeven, op de 12e, dat ze opgehangen werd aan varkenshaken. Door deze mafkezen, ja, dat zei Mongolen, je. horden. Je hebt dat gezien. Ik heb dat live aan de onderkant is opengesneden. Dus door gewoon een live abortus. En dan gaan mensen ook nog zeggen, ja, dat is niet waar. Ja. Hé, ik mag van 210 strafbare feiten geen aangifte doen. En dan Lars en Truus ook niet. Ja. Dus het is Ja, gewoon allemaal zeggen, waar. Trudy, de mensen moeten zich Ja. eens Ja, goed dat je dat ernst nog gaan zegt. inzien. En dan potverdomme, dan heb je zo'n moedige man. Met zo'n verschrikkelijke jeugd. En laten we heel eerlijk zijn, hij komt ook nog met iets, hè. Je moet het potverdomme maar durven. Laten we eerlijk zijn. En dan als je dan leest, dan denk ik, oh jongens, what the ja, fuck dat, is dit, man? ja, dat is bij mij, dat is gewoon bij mij gewoon einde oefening van die Oh. persoon qua contact. Gewoon klaar. Want dat kijk, hetzelfde als dat ze bij mij, ja, het verhaal van Trudy is niet waar. Nee. Welk bewijs wil je nog van? Welk fragment hebben? Dat vrienden van mij verkracht worden, dat mensen van anderen worden onthouden, dat mijn moeder vermoord is. Welk bewijs? Alles staat op mijn kanaal. Ja. Nee, weet je wat het is, Trudy? Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Waarom? Tegenwoordig hebben we allemaal fotoapparaten. We hebben allemaal harde schijven. We hebben Ja, dus maak daar gebruik van en deel. Ja. Ah, nee, maar Zodat ik wil de iedereen hele het weet. andere kant op. Oh, waarom? Ja? Je bent weer te snel. Dat je het registreert. Ja, nee, maar wat ik bedoel te zeggen is van... Ik ken je nog, geloof ik, 3 jaar, geloof ik. Hè? Is het nou wel inmiddels? Maar goed, niet zo belangrijk. Maar op die 3 jaar... Ja. Ik heb nog nooit ergens iets kunnen vinden. Want ik ben Sherlock Holmes, hè. Waar iets uit zou blijken dat jij niet... Dat jij liegt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat duidelijk te maken. Daarom zet ik ook En overal laten we steeds een eerlijk zijn... bewijsglas en links bij je. Ja, nee, maar daarom haal ik dit aan. Want in deze tijd is het zo makkelijk om iets, maar ook maar iets van iemand te vinden. Ja. Ik En heb dan geen reden om te liegen. Ik wou, ik wou dat alle, ik wou echt dat alles wat ik meemaakte niet waar was, André. Ja. Ja, maar het Kijk, is allemaal waar. Het, Rudy. Ik heb een opname, hadden we toevallig ook vorige week hadden we ook gebeld. Toen de opname van je zoon over de boterkap. Over van, opname van? Ja, onze beroemde koffiemachine. Ik hoor je niet. Ja, ik weet, op de camera is dat niet te horen, maar hier denk je... Jawel, ik hoor het wel vaak. Oh, ja, hier denk je dat de Russen komen, maar... nee, dat is dat filmpje dat hij over de heg springt en over de motorkap, wat de Mijn beveiligingskamer... zoon, ja. En dat er gewoon een auto stopt, en ik neem aan dat jouw ex-man was, ik weet het niet. Ja, En die ja. wat jouw kind gewoon meesleept. Ja. Kijk, als je dat soort beelden ziet... En dan snap je wat vaders met kinderen doen Ja, dat om hun bedoel ik. macht te laten gelden. En daar moeten nou juist vanaf. En die vaders moeten nu beseffen dat ze hun kinderen groter leed aandoen door Ja, hun moeder weg te halen, enerzijds. Maar alle... anderzijds dat ze hun eigen leven gewoon in de waagschaal en de toekomst van hun kinderen. En dat ze gewoon acuut uit de vrijmetselarij, Rozenkruisers, hoe heet het ook alweer, hebben nog meer. Ja, Die de duidelijk. cirkel, de ronde tafel, bullshit allemaal, Rotary. Ze hebben zoveel Kerk. organisaties opgericht, Trudy, dat we ze nog niet meer in één zin krijgen opgenoemd.
Ja, daarom kan ik het woord community al niet eens meer horen. Ik word daar niet goed van. Alleen het woord, hè. Jij laat een community oprichten om... Nee, natuurlijk niet. We moeten gewoon vanuit ons hart elkaar helpen en elkaar allen niet laten martelen. En ook niet in opdracht van iemand martelen. Pak gewoon je daders allemaal aan. Hè? Ook al is het je pa. Het gaat om de toekomst van jezelf en van je kinderen. Zo. Ja. Ja, zeker, en ik zat op zeker, zeker als je zelf kinderen hebt. Dan, het is... Maar ja, weet je, dat is dat wereldje. Jij weet maar dat. Maar ja, als je zelf geen kinderen hebt... iedereen snapt toch wel dat wat er nu aan het gebeuren is... dat dat nergens om gaat. Dat het echt nergens meer over gaat. Dat alles vergiftigd wordt, naar de kloten wordt geholpen... en dan als Adam Cat Moans... dat betekent dus alleen die Golden Horde... en niet die gasten die het beloofd is. Het is toch heel duidelijk, want ze willen geen getuigen. En dat hebben ze bij iedere keer opnieuw hebben ze dat gedaan. Ook met die breeding projects die al eerdere perioden zijn gegaan. Dat dat onzin is. En het is heel belangrijk om... Hè? Rusland. Het is heel hebben ze daar niet voor geleerd? Mij hebben ze altijd geleerd. Je moet leren van die geschiedenis. Ja, nou, daarom ben ik ook... We vertellen de geschiedenis, want dat is ook de reden dat ik het totaal anders doe als jou. Ik ben de mensen aan het vertellen wat allemaal in het verleden gelogen is. Nou moet ik wel zeggen dat ik niet in die Russische geschiedenis zit, maar het is wel een onderdeel daarvan. Toen is precies hetzelfde gebeurd wat nu gebeurt. Ja. Precies hetzelfde. Ja, en steeds gaat het dus om dezelfde families, Mongoolse families, Turks-Mongoolse families, dus vanuit het Ottomaanse Rijk, die dit dus doen. Want als iedereen dan gewoon alleen al weet dat sociale hygiëne... Dat woord sociale hygiëne, wat gebruikt wordt door overheid en door Rutger Stichting en dergelijke. Dat sociale hygiëne het opruimen is van het menselijk ras ten gunste van het uberras. Uberras, ja. Ja, en dat is het Arisch-Mongoolse toestandras. En daar gaat het om. Ja, want ze waren in de Tweede Wereldoorlog. De Rutger Stichting, sociale toestand. Waren ze niks daarmee bezig, hè? Die is toch ook bij iedereen bekend, hè? Wat? In de Tweede Wereldoorlog waren ze toch ook het experimenteren met het uberras? Ja, in de Tweede Wereldoorlog werden ook vrouwen gewoon beroofd van kinderen en werden de dood ingejaagd. In de Eerste Wereldoorlog ook. Het gaat gewoon om echt om rassensegregatie, maar dat alleen die Mongol Horde mag blijven bestaan met als tools en utilities de Black Adler Nobility. Mm. Als al die Teutonic Knights nou eens beseffen dat het echt om exit mensheid gaat... He, en dat al die James' Bond dan ook geen nazaten meer zullen hebben. En dat ze gewoon geen kopie... Ja, nogmaals, wat moet je nou in godsnaam met een copycat van een kind? Van jezelf. Mm. He, kun je je voorstellen dat je een kind krijgt, dat je een copycat krijgt van jezelf? Ja, dan zullen we wel een Ik wil niet terugkomen als mij. Gewoon echt niet. Ik wil graag blijven leven... En ik wil graag weer gezond zijn, want ik heb echt heel veel geleden. Maar ik moet er niet aan denken dat ik precies dezelfde terugkom. Ik wil gewoon dat mijn kinderen het leven kunnen doorgeven. En gewoon verliefd kunnen zijn. En een kindje kunnen krijgen samen als ze dat fijn vinden. Maar toch niet copycats? Kom op zeg. Ja, maar dit is de enige manier waarop die Mongol Horde zichzelf heeft kunnen voortproduceren. En die hebben gewoon nu de hele wereld onder tang. Nou, laten we gewoon even duidelijk zijn dat we daar niet van gediend zijn. En laten we duidelijk maken aan degenen die het hoogst instrumenteel zijn aan deze gang. Het zijn gewoon echte burgemeesters, hoofd van politie en de bankiers. Dat er nu gewoon dat het klaar is. En dat we dit gaan aanpakken. En dat ze de tering kunnen krijgen met hun depopulatieprogramma en endgame. Ja, maar dat is het ook. Hè. Kijk, mensen moeten gewoon begrijpen dat zeg maar, het spel is zo gespeeld. Dat op iedere functie waar ze ons zeg maar, in de tank mee kunnen hebben. Dat daar zit iemand van hun. Laten we het gewoon even een beetje zo zeggen. En wij willen gewoon weer vrienden zijn met z'n allen. Ik wil gewoon weer vrienden zijn met degene die ik in het VWO als vrienden had. Precies. En dan het is gewoon te zot voor woorden. Want die zijn ook alleen maar instrumentele. Die zijn ook gemarteld. Dus iedereen wordt gemarteld door één idiotengroep. In feite zeg je, die mensen waar wij last van hebben, die horen dus eigenlijk, laten we het populaire woordje maar noemen, die horen dus eigenlijk uit de kast te komen. En dan is het afgelopen. Ja, de mensen die ons dus van alles beroven. Ja. Kijk, er zijn er ook bij die echt helemaal compleet gestoord zijn. Die geen enkel geweten meer hebben.
Ja, maar ik weet dat er ook een heleboel transgenders zijn die zelf ook gewoon oké zijn. En die alleen maar instrumenteel zijn en niet willen. Die moeten nu gewoon allemaal uit de kast komen, gewoon klaar. Ik was het niet die het dat deed. En nogmaals, dat ken u zelf, het alchemische reboet is allemaal verzonnen. Zoals alle religies verzonnen zijn. Yin-yang is ook verzonnen om tegen elkaar uit te spelen. Hermes is verzonnen om gewoon dualiteit te hebben. Om die Mongol Golden Horde de hele wereld te kunnen laten leefchasen met behulp van kerkbank en staat. Ja, Ja, en dat zijn gewoon de dat zee, het is zijn het gewoon de ook. zeerovers die de Amerika's hebben gesticht. Vorig nieuw land, wat erbij kwam met die Saturn-Jupiter conjunction, was nieuw land, was Amerika. Nou, daar hebben ze gewoon, de Amerika's gewoon een satanische staat met zoveel mogelijk misbruikte kleuters. Ze hebben Puerto Rico hebben ze een schatkamer. Als je de vlag kijkt van Puerto Rico, ik weet niet of ik dat eerder heb verteld, dan heb je de ik Ja, weet niet van de welk boek het Pirates of dat the Talmud Caribbean. zijn, of de Bijbel, of de Koran, dat is allemaal dezelfde shit. Zeg dat gewoon. En er zitten zeven lintjes uit en die staan voor de zeven Noahide laws. Dat zij elkaar niet mogen vermoorden, dat ze dit niet en dat ze geen veelwijvigheid, maar ook geen kinderseks mogen hebben en ook geen Baphomet mogen zijn. Dus daarin staat al dat die Turk-Mongol Golden Horde iedereen tegen elkaar uitspeelt en dat die Baphomets, hè, die transgenders, dus ook geen bestaansrecht zullen hebben. En dat ze dat allemaal realiseren, dus met die schatkist, die dus op Puerto Rico, letterlijk van die Pirates of the Caribbean, die VOC, WOC en enzovoort, People the Clowns, daar hebben gesticht. En als jij weet dat New York is gesticht door Walloniërs, nogmaals Belgen en Nederlanders, Brabanders, concreet, nou, de meeste van de belagers die komen daar vandaan. Ja, het is ook begonnen met Nieuw-Amsterdam, hè? Zo heette New Ja? York. Ja, en Breukelen was Brooklyn, Harlem, Ja, Spanish maar Harlem, dat Harlem. is wat ik al 1000 keer zeg. En ja, ik ben ook al 20.000 keer koekoek gewenst. Maar André is niet koekoek, André is gewoon wakker. En André heeft zich ook in veel dingen verdiept. En als mensen zich dat nou ook eens gingen doen, de antwoorden liggen gewoon in het verleden. En dan ga je in het Nou ja, heden. vooral dat mensen hun kennis ook gaan delen. Want liefst Ja, zou ik precies. gewoon mijn hersenpan Ja. over willen zetten op mensen. Gewoon van jullie weten wat ik weet. Want dan loop ik ook geen gevaar meer, hè? Als iedereen weet wat ik weet, dan loop ik geen gevaar meer. En als iedereen weet wat Liesbeth weet, dan lopen we nog minder gevaar. Want wat Nathalie weet, nog meer. Wat jij weet, is nog meer, minder gevaar. Dus als iedereen gewoon de kennis deelt, kennis is macht. En daarmee kunnen wij onze wereld redden. En die wereld die hoort er niet uit te zien zoals die nu eruit ziet. Het is gewoon bullshit. Wat ik zei, Er moeten hè? gewoon kerstbomen staan, er moeten notenbomen staan, er moeten bramenstruiken staan, er moet voor iedereen ruimte zijn, er moet iedereen liefde zijn en iedereen moet vrolijk zijn op straat in plaats van de chagrijnige bakkers die je nou ziet. Want iedereen is ongelukkig. En geen Dan kunnen tijd. we wel een paar smilen, maar 10 jaar geleden was het echt van, hoi, weet je wel, gezellig en bla bla bla. En tegenwoordig zie je alleen maar dit op straat. Gewoon echt, Ja, maar Omdat dat de is ene ook helft wat tegen wij de andere gezegd, helft vandaag speelt. waar wij hier wonen. En dat meen ik echt. Wij gaan regelmatig na het eten gaan wij een wandelingetje maken. En echt, Trudy. Hier zeggen pubertjes van 10, 11, 12 op de fiets. Hoi! En dan ga Ja, je maar niet ja, ik zeg antwoorden. dat dan krijg ik een antwoord. Maar je ziet niet meer de Nee, maar ik gelukkige, je bedoel, ziet het van vroeger. Ja. maar hier is het dan nog gelukkig een beetje ouderwet, zeg maar. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het is te triest voor woorden tegenwoordig. En allemaal Ja. zo tenen, hè? Zo lang, hè? Zo lang zijn ze. Ja. Ik Uitzondering. heb gewoon mensen ingesproken in de supermarkt die gewoon met een muilkorf opliepen nog na die corona. Ik heb sowieso nooit met een muilkorf gelopen. Maar die hebben gezegd van, waar ben je eigenlijk mee bezig dat jij dat ding op hebt? Weet je wel dat je mij doodvonnis in het teken bent met je achterlijke bullshit, jezelf te gedragen als slaaf. Maar Just daar dat. gaat het om, hè? Ja, Mensen just. moeten stoppen zich te gedragen als slavenhandelaren enerzijds en anderzijds als slaven. Want wij zijn Gisteren. geen slaven. Wij moeten daarboven eens. We kunnen toch geen slaaf zijn van een stelletje beesten die kinderen verkrachten en afslachten? Ja, dat Kom is op, het. zeg. Ja, Het is gewoon compleet van de pot gerukt. in feite zeg je dat prima zo. Wij luisteren dus naar dat soort mensen. Ja, maar we moeten daar niet naar luisteren. We moeten toch geen Nee, tv maar kijken? Ik zo heb gaat dan het. Classic FM af aanstaan of zo, maar omdat er verder bijna geen DJ's zijn, maar die DJ's klussen rauw. Zijn mijn Ja. voormalige collega's. Wie denken ze wel niet dat de rest van Nederland mag worden uitgeroeid? Wie denken die gasten wel niet dat ze überhaupt geloven in het broodje-aap-verhaal van degene geloven die hen heeft laten misbruiken of heeft leren misbruiken? Als ze daar nou gewoon eens bij stilstaan. Het is gewoon 1 en 1 is 2. Het is gewoon logica. Ik Het denk gaat om dat. een hele kleine groep. En laat iedereen nou vooral dat DNA bestuderen van die Golden Horde. Dat dat triple IM is en dat dat 3 keer 23 chromosomen zijn. En dat het allemaal copycats zijn.
die de hele wereld misbruiken. Al eeuwenlang. En dat ze nu 2100 jaar vrede tegemoet kunnen komen op Exit Planet iedereen. Ik denk dat veel mensen waar wij last van hebben ook nog altijd zwijgen. Omdat ze natuurlijk hun leventje niet willen opgeven. Nee. Ja, en ze zijn chantabel, wat ik begrepen heb. En de tweede plaats, ja, ze zijn geen arme mensen. Dus ze hebben niet de zorgen wat menig anderen hebben. Nee, maar ze moeten leren delen. Want de enige manier om te overleven is als wij gaan leren delen. Hè, ja. Bedoel, ik heb mijn hele leven lang niet tegen onrecht gekund. Maar ik wist natuurlijk niet van deze idioterie. Ja. En dan maak je mee wat ik mee moet maken. Ja, dan heb je zoiets van, ja, is het nou zo vreselijk moeilijk aan mijn oude vrienden om mensen die op straat lopen gewoon te helpen aan een onderdak? Ja. Is het nou omdat je dan zelf gewoon je leven kan bewaren en dat van je kinderen kan verzekeren? Want de hele rechtspraak, iedereen die recht studeert, de hele rechtspraak gaat er gewoon aan. Ik ga ervoor zorgen samen met Liesbeth dat niemand meer naar die achterlijke rechtbank van Willem gaat. Tenniscourt, triple IM, bullshit met allemaal huurlingen die daar gewoon als Dionysus hoertjes zitten. Om mensen van kinderen, handel, bedrijven en alles te roven. Ja, kom op. En de politiek van 225 idioten die daar... Ik heb 7 jaar onderzoek gedaan en ik weet 100% zeker... Dat wil ik helemaal niet zeggen. Vertel en ik heb zoveel mensen zien lijden en ik leid zelf iedere dag klaar. Vertel de mensen even wat jij gestudeerd hebt. Ik heb zelf VWO gedaan en daarna ben ik recht gaan doen. Goed zo. Ja, maar daar gaat het niet om. Ik heb beurzen uitgezet. Voor Classic en Supercars. Dus ik heb rallies uitgezet. Mm-hmm. Voor de Rich and Famous. Ik heb bij de radio gewerkt 8 jaar. En daar heb ik bij 2 businessclubs, bij zowel Willem II als RGC Waalwijk, heb ik daar in de respectieve tweede verdieping VIP gezeten. Daar had ik 6 stoelen en 5 stoelen bij RGC Waalwijk in de Rabo Lounge. En daarnaast heb ik van tevoren, na mijn rechtenperiode, heb ik beurzen gedraaid in binnen- en buitenland. Waardoor ik dus gewoon ook in mijn uppie in Genève zat. Of in München of in België en Antwerpen. Dus ben ik met heel veel mensen ook in contact gekomen. Hè? Van Joden in Antwerpen tot in Genève tijdens de Concours d'Automobile met de Inventorsbeurs. Hè? En ik ben overal geweest en ik was daar in mijn uppie. En dat is waarschijnlijk ook de enige... wijze naast dat ik enig kind ben, dat ik dit heb kunnen overleven. Want anders had ik dit niet overleefd, wat ik heb meegemaakt. Ik heb zelf het graf van mijn moeder moeten graven in Beugen. Omdat gemeente Boksmeer liep te kutten met de begrafenisondernemer Groenmans. Om mij nog een trap na te geven, terwijl ik al dakloos was gemaakt. En van mijn kinderen was beroofd. En letterlijk elk woord in alle 57 rechtszaken... 1 grote leugen is en 1 grote bullshit door wat je nou net genoemd hebt, kunnen mensen allemaal opzoeken. Ja, ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat de jeugdbrochures, dat het allemaal gewoon rare wijven waren. Maar ja, uiteindelijk zijn het allemaal gewoon ongebouwde kerels met sandalen aan. Gewoon compleet van de pot gerukt. Ik dacht, wat is dit nou voor raar mens? Ik heb restaurant Landgoed Mirabel als in Breda als gevoerd. Ik had 18 man personeel. En dan moet je tegen een of andere doos zitten, die dan leugens gaat vertellen. Ook nog probeert die aannemelijk te maken naar mij toe. Terwijl ik al een topmama was en 2 kinderen had die ouder waren enzovoort. Ja, toen kwam ik dus achter het hele verhaal. Rabobank, de Rabobank is gewoon een maffia van Nederland samen met Willem. Nou, rouwst dan niet. We willen blijven leven. Gewoon dat. En dan gaat het niet over iedereen, maar wel over die mensen die dat doen. Maar zullen we luchtiger eindigen? En ja, dat is natuurlijk dat is een thema waar ik ook meermaals aandacht aan besteed. En dat heeft te maken met misschien dat de mensen dan vaker gaan snappen. Want jij hebt dat ook natuurlijk helemaal onderzocht. En waar je gaat beginnen, dat moet je zelf weten. Maar ga je een vraag stellen en dan mag jij antwoorden. Al ga je in 1914 beginnen, dan verraai ik het verhaal al eigenlijk. Maar ja, ja. Hebben wij een rechtmatige... regering en hebben wij een rechtmatig koningshuis? Nee. Oh. Nee. Oké. Okay. Beide niet. Het zijn gewoon Turkse Mongolen die zichzelf een titel hebben toegekend. Nee. Even bij de feiten blijven. Bij de feiten. Ja, oké. Okay. Nee, ja. We hebben dus. Wat is er gebeurd? In 40. Ja. 39, dat had eigenlijk begonnen al in november 39. Maar goed.
Ja, nou, ik ga dan gewoon gelijk even beginnen in 1944, toen in de Oosterwijkse, bij de Oosterwijkse Venne. Bij Bos en Ven, waar ik dus mijn huwelijk nacht heb doorgebracht, want ik ben getrouwd in de Rozep. En beide ondernemingen waren op dat moment toen ik bij de radio werkte van Henry Verhoeven. Maar in ieder geval, daar is de constitutie ondertekend, bekokstoofd, dat Nederland dus gewoon een stadhouderschap heeft onder Prins Bernhard. Hè, Prins Bernhard was dus stadhouder van Nederland geworden in 1944, en dat is beklonken bij de Oosterwijkse Venne. Hè, dus met Gerbrandy en de hele rattenplan. Dus de eerste keer dat zij bij elkaar kwamen. En dat allemaal gay-satanisten waren, mogen inmiddels wel duidelijk zijn, hè, met het verhaal wat er speelt. Maar de ene helft van die brief, dat bekokstoofd is als zodanig, is in bezit van de familie van Puijenbroek, waarvan de Sulke van Puijenbroek, WMO Waalwijk, lid van de familie waar ook DPG Mediahuis alle staats- en nazi-propaganda van maakt. En anderzijds Eugene van Puijenbroek, alle schade wegpoetst van vaccinaties bij het Larep. Een helft van die brieven is in de handen van de familie van Puijenbroek, die is ook in de Tweede Wereldoorlog de pakken en de rattenplan van het leger leverde. Die ook op hun landgoed Rovert en van Gorp mensen die goed waren, dus ambtenaren die goed waren, onder andere weet ik van NS en nog een aantal, hebben laten fusilleren. Waarbij dus in dezelfde familie, dus het begin van de vorige eeuw, kinderen naartoe werden gebracht vanuit de veenkoloniën, oftewel het pauperparadijs. Ik weet even niet of dat Groningen is of Drenthe of Overijssel, maar volgens mij is dat Groningen, het pauperparadijs. Die dus daar naartoe werden gebracht. En dat was dezelfde sociale toestand als nu. Dus dat kinderen geroofd worden, van hun ouders gescheiden worden, omdat dus grootindustriëlen als textielmensen, die dus vanuit de VOC en vanuit de WOC als slavenhandelaar waren en dan gewoon grootindustrieel zijn geworden, daar naartoe werden gebracht om gewoon, ja, je weet waar we het over hebben, om te verkrachten en af te slachten, en dat er nog steeds daar gebeurt. Dat heet onder Oranjebond, ook op het landgoed van Puijenbroek. Ja? En de ene helft is in de handen van die familie van Puijenbroek, de andere helft van die brief is in de handen van de Roy van Zuiderwijn. En dat weet ik omdat ik die rallies heb uitgezet en ook heel dicht studie heb gedaan op die Zwanenbroeders toestand en die Zwanenbroeders rally, omdat mij daar deelname van onthouden werd, terwijl ik uitgenodigd was. Ja, en dan ga je alles. Was En eigenlijk een. dan is het nog heel belangrijk, even één ding. De Zwanenbroeders zijn Daughters of Adam. Dat staat in het liedje Skillet, Lilith, Skillium. Het is een Latijn toestand, maar in ieder geval, daar staat bij de Daughters of Adam. Daar staat ook al gelijk dan bevestigd dat het de dochters dus van de Adamites zijn. Het zijn Adamites. Dus ze zijn al transgender, dus ze zijn al huurlingen van de koning, van de Illuminatie. En dat Zwanenbroeders is onderdeel van El Cid. EL en dan CID, en dat zijn de bossen, dat zijn gewoon de Brabantse en Nederlandse Illuminatie. En dat zijn dus gewoon die copycats die steeds terugkomen. Dat zijn gewoon een heleboel copycats volgens mij van dezelfde. En daarmee is onze huidige toestand, zijn wij dus onderdeel van de Duitse horde, Duitse orde, is een horde onder Kaan Ik denk, ze van het komt nooit op het Mongol verhaal Empire. wat ik Het wil is horen. eigenlijk heel Ja, simpel. maar Ik wat ben jij gewoon nou vertelt, klets. dat is zo diep in de geschiedenis, wat praktisch niemand weet. Ik denk, ja, Nou, dat weten ze nu. wanneer komt nou wat ik wil horen? Ja. Ja, nou, maar dan weten ze het Maar nu en we dan weten maken ze op het de voor de achtergrond. mensen, hè? Nee, maar wij zijn dus gewoon onderdeel van Duitsland. Wij zijn onderdeel van de NATO. Wij zijn onderdeel van de Mongol Golden Horde en van de Pilgrim Society. En de Pilgrim Society is de representative van deze cult, die dus gewoon Illuminati zijn. En die ons aan het uitroeien zijn. En die zelfs mismaakt zijn. En ik was het niet die dat heeft gedaan. Ik heb gewoon drie kinderen en ik wil mijn kinderen toekomst Dat is bieden. een Ja. mooie slogan wat jij altijd gebruikt. Ja, dat vind ik altijd leuk als je dat zo zegt. Ja, ik was het niet die je verkrachtte. Ja, ik was het Nee, niet. kun Dan je is dat voorstellen zo. dat ik dat zou doen? Ja, nee, maar ik bedoel, jij bent slachtoffer. En dan zeg je altijd, stel, je hebt het over die persoon. Ja, maar ik was het niet wat het gedaan heeft. Ja, het waren je ouders, bij wijze van spreken. Maar even Dat wil ik heel terugkomen erg daarop. duidelijk maken, ja. Ja. En die spiraal en die Ja. vloek moet gewoon doorbroken. Ja. En ja, dat moeten Mensen mensen doen als mijn jou ex wat en mijn aan, broer gaan maar doen. jij bent niet diegene geweest wat hun dat heeft aangedaan. Dat is wat die mensen moeten Nee. beseffen. Ik heb ze helemaal Even niks terugkomen aangedaan. Ze hebben mijn op leven aan de mijn kloot vraag. geholpen.
Even terugkomen op mijn vraag. Hè. Jij maakt een prachtig verhaal van. Ja, leuke geschiedenisles. Leuk. Ja, maar Maar dan snap je het ook. ja, ik snap dat wel. Maar ik maak deze podcast niet voor mij. Hè. Nee, maar als er nou 1000 mensen dit kijken, dan weet Ja, iedereen dat die helft maar van ik die bedoel. brieven van Puinbroek is. En dan gaan mensen ook kijken wie wat die media van Van Puinbroek, dat het bijna alle media van Puinbroek afkomstig is. Ja, Dan kan er weet hopelijk ik niet. geen story, geen Brabants Dagblad, geen NRC, geen AD meer kopen. Daar. Ik Nee. ben kwaad. Mogen Ja, duidelijk zijn. dat Ik heb weet het ik. niet verdiend dat ze mij geflikt hebben. Maar je mag ook En kwaad zij zijn. zijn het hele volk aan het uitspelen, niet ik. Ja, precies. Maar wat ik bedoelde was van, weet je, we proberen het Ja. zo simpel mogelijk. En ik had eigenlijk gehoopt dat je het eigenlijk, weet je, ook in mijn taal zou gingen vertellen. Want dan horen ze het een keer uit een andere mond. Wat ik eigenlijk bedoelde is van Wilhelmina, Engeland, artikel 21. Ja. Ja. Teruggekomen als burger, gaat op de troon zitten, benoemt zichzelf in de regering. En snap je? En daarom zijn al die volgende regeringen niet rechtsgeldig. Bla 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 bla. Ik had gehoopt dat je een beetje dat verhaaltje ging vertellen. Ja. Maar weten we Ja, ook. het is belangrijk om te weten dat de geschiedenis van Nederland als zodanig pas tot 1840, vanaf 1840 pas is. Precies, precies. Maar ik Als had gehoopt, koninkrijk. ja, ik kwam met zo'n schitterende geschiedenis. Ja, want ja, zal niet veel mensen Ja. weten. Maar wat was ook alweer met Bernhard en Wageningen? Daar heb ik ook wat over gelezen. Wat was daar dan? Sorry? Wat Met was, sorry? Bernhard en Wageningen. Daar was hij niet Ja, komen. Wageningen is dat hotel, hè? Hoe heet het ook Ja, alweer? maar Daar hebben ze. toen is hij niet komen opdagen of zoiets. Dat weet ik niet. Dat heeft met Dat de durf ik niet. vrede en met het staakt het vuren te maken. Dus in feite is Bernhard het schuld. Dat is wat ik eens begrepen heb. In mijn. Ja, Bernhard was officier onder Hitler Ja, sowieso. dat snap ik. Maar dat wij nou nog altijd geen vrede hebben. Feitelijk zitten we nog altijd in de Tweede Wereldoorlog. Ja, tuurlijk. Nou, we zitten niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, we zijn nog veel verder van huis. Ah, oké, okay, maar voor de mensen. Zouden Ja, het zo nou, houden, hè? kijk om je heen. Ik bedoel, deze idioten die hebben gewoon half Nederland gevaccineerd. En dat betekent ook dat ze zwaar beschadigd zijn en dat ze met elke ziekte die ze hebben nu gewoon het kans lopen om het loodje te leggen, want je hebt geen afweersysteem meer. Dat is ook wat ik in het begin al zei. Ja. En, ja, je moet altijd een podcast voor opletten wat je zegt, want dan kan de deurbel gaan. Ja, goed, ze kunnen ook de deurbel niet gebruiken. Maar in ieder geval, kijk, we mogen wel zeggen, met hetgene wat al op straat ligt, mogen we dus gewoon concluderen dat ze gewoon genocide gepleegd hebben. Ik bedoel, dat kan niemand meer bij wijze van spreken tegenin gaan, want dat is gewoon Ja, bewezen. niet alleen genocide, maar gewoon volksvlakkerij Ja, van precies. dag 1 van de Nederlandse constitutie al, hè? Laten we wel wezen. Ja, dat is wat ik altijd roep, Trudy. Als mensen zich eens echt in de geschiedenis gingen Ja, verdiepen. dan En kunnen ze een nogmaals. echte vijand gaan aanvallen, want dan Ja, weten ze precies, tenminste dat wie is de wat ik daders bedoel. zijn. Kijk, en het heeft geen zin dat iedereen elkaar gaat opeten en een dader en hun daders rond blijven lopen. Hè? Ik hoef geen koning meer, nooit meer. En ik hoef ook geen parlement meer, nooit meer. En ik hoef ook Maar weet je geen wat het is, rechtbank om Trudy? nergens te slapen. Het is eigenlijk al zo simpel. De mensen moeten gewoon eens een beetje dat, ja, die 1% wat nog actief is, eens een beetje gaan gebruiken. Je hoeft maar één ding te pakken. Waarom hoeft de koning geen belasting te betalen en wij wel? Alleen Ja. dat al. Snap je wat ik bedoel? Ja. Daar hoef je helemaal niet Ja. ingewikkeld over te doen. Wat is hij meer als ons? Niks. Zeg maar. Hij gaat gewoon naar de play. Hij snuit zijn neus. Ja, Hij kan ja. alleen geen kinderen krijgen. En Ja, daarom zij moesten hebben wij weg. iets lekker te vinden. Ja, vind ik ook. Dus ik ben ook een koning. Ik ben ook een koning dan. Nee, maar snap je Nou, wat ik bedoel? koning André de Nurste. Ja. Daar Ja, mijn part. ging je wat meemaken, jongen. Als ik koning werd. Nee, maar weet je, de mensen moeten ook eens vaak in heel veel dingen ook eens simpel nadenken. Waarom hoeft hij geen belasting te betalen en wij wel? Nou, dan kom je dus uit, alles is van Willempie. Ja, omdat ze verzonnen hebben dat hij bovengoddelijk is, Ja, terwijl precies. hij beschadigd DNA heeft. Ja, dat is echt gewoon bizar. En dat Ze is wat hebben ik. dus ook verzonnen, ze hebben verzonnen dat de primal being, dat dat Adam Catmon is. Dus dat er eerst een beide geslachtig mens was voordat deze mensheid bestond. Dat is natuurlijk bullshit, maar het is gewoon beschadigd DNA door fokken. Ik zeg het gewoon keihard, het is dat. Ik heb het gisteren bevestigd gekregen door een bioloog.
Dus het dat hele zeg je. verhaal van die Michelangelo ook en die gulden snede en een hele rattenplan is gewoon onzin. Waardoor de hele mensheid heeft geleden. En wij willen gewoon terug naar dat wij allemaal vrienden waren en weer kunnen zijn. En weg met Willem, weg met Maxima, weg met het Maar hele ook, koningshuis. Ik wil laat gewoon mij even de toekomst van mijn kinderen. op stel, op werkgebied en alles. Ik bedoel, ja, het is toch eigenlijk te zot voor woorden dat, weet ik niet hoeveel mensen door contracten wat ze zijn aangegaan, hypotheken, weet ik wat, gewoon eigenlijk in hun leven niet kunnen doen wat ze willen. Maar puur Nee, alleen weet je omdat het contract was. hoeveel ik heb mijn eigen restaurant gehad. Ik zat de hele dag zat ik bonnetjes in te boeken. Naast zat ik gewoon bruiloft en partijen verkocht en meedraaide met de hele. Ik heb gewoon mijn hele leven lang kapot gewerkt voor Jan Lul. Die vervolgens met het geld wat hij bij mij geroofd heeft, mijn kinderen gaat roven. Mij het huis gaat boren. Mijn vrienden gaat laten verkrachten. Want ik weet dat ze dat hebben moeten doen van een van die idioten van die club. Het is klaar. En als eerste moeten echt die hoogste bankiers aangepakt worden. En die grote industriëlen. Gewoon de Pilgrim Society. Iedereen kan die vinden op mijn website. En ook op mijn kanaal. Pilgrim Society is gewoon de vertegenwoordiging van die Mongol Golden Horde. Daarnaast zijn het de Royals. Nou, volgens mij zijn die Royals er trouwens ook al tussen. Ga daar naartoe. Je kunt En het vooral heel indirect. ga ervoor zorgen dat die mensen, die andere mensen die gewoon bij onze echte mensen horen, bij die dus gewoon 2 keer 23 DNA, dat die gewoon beschermd worden. Zorg dat die deurwaarders eruit worden gerost bij iedereen. Zorg dat die bewindvoerders eruit worden gerost. Zorg dat die mensen bij Belastingdienst iedereen alles weet, dat ze ook zelf op de dodenlijst staan. Even voor de mensen natuurlijk, als je je een klein beetje verdiept in hoe dat met die deurwaarders werkt. Ik zou zeggen, stel hij kondigt aan dat hij langskomt. Ik zou zeggen, zet koffie, neem vla in huis, maar laat hem niet binnen. Laat hem dan op de oprit en geef het hem. Want in feite, als hij aan je deur komt, is je schuld al betaald. Dus je moet die man bedanken. Dan weet je toch hoe dat werkt, of niet, Rudy? Ja, ik weet hoe dat werkt, maar het gaat erom dat deze Ah, ik zeg mensen het nu op de echt buurt weten dat natuurlijk. het. Het gaat mij erom dat ze nu echt weten dat het Ja, klaar is. En precies dit dat. meen ik echt. Wat Bladder tegen mijn moeder heeft geflikt, dat is onvergeeflijk. En wat mensen met mij hebben geflikt en met mijn kinderen en de band met mijn kinderen, gewoon om de mensheid uit te roken en dat toe hebben gestaan vooral, is onvergeeflijk. En daar gaan we weer terug van wat je ziet aan marteling. Kan je niet toestaan en kan je ook niet aan voorbij gaan. En als het niet anders is, dan moeten we eigen rechter gaan zijn en deze gasten gewoon echt een kopje kleiner maken. Zet ze maar op die stoel, bind ze inderdaad maar gewoon een polsen vast achter met een camera voor hun bakkes. Wie heeft jou misbruikt en waarom denk jij mijn leven van mijn kinderen en van iedereen in Nederland naar de kloten te mogen helpen omdat jij je zwembad in je tuin wil hebben? En wat jij je kinderen hebt laten misbruiken, want dat laatste is ook nog eens het geval. Het is prima verwoord, Het is echt gewoon hoe zit het gewoon? Sodom en Gomorra van Brabant. En inderdaad, hoe moet je het menselijk vertellen zonder in de problemen te komen? Ga eens Gewoon proberen. doen. Ze hebben nu de kans om vrijwillig naar voren te komen, maar Ja. blijven ze ons treiteren? Ik ben bang, en niet mij persoonlijk, hè. Wij bedoel ik het hele volk, Ja, we wereldwijd. moeten gewoon voor onze medemens, want dat doen zij ook. Zij Is... helpen elkaar om andere mensen te beroven en naar de kloten te helpen en het depopulatieprogramma uit te vallen. Nou, dan Maar gaan wat ik wij nu eigenlijk met z'n wilde allen zeggen, elkaar in mijn. helpen om dat te voorkomen, maar vooral ook om ze te waarschuwen dat ze zelf op de dodenlijst staan. En dat is het Wat ik belangrijkste. eigenlijk wilde zeggen, in mijn woorden. Dat is van. Kijk, ze hebben nu de kans van. Hè, ze worden opgeroepen, jongens, kom. Hè, ze kunnen zich bij jou melden, bij Lisbeth, noem het maar op. People's Court, ja. Ik voorspel, er komt een tijd. Blijf je ons als mensen irriteren, daar gaat een moment komen. Dan gaat het op een andere manier. Dan heb ik het niet over mij persoonlijk, hè. Ik heb het over alle mensen. Ja. Kijk wat het prijsloos is. Dat gaat toch helemaal mis daar? En geen woord Wat op de in Parijs? televisie. Een prijs. Ik volg niks op televisie, want Nee, ik weet dat het dat mag ik allemaal al. Ik zag gewoon. het al aan je gezicht. Ik Maar niet. Ik weet dat, ja, ik weet dat alles wat op het plein staat, is georganiseerd. Er Nee, zijn een maar ik aantal bedoel mensen alleen die maar er te dan zeggen wat in een trappen en prijsloos die dan is. op dat moment juist die kinderen worden geroofd. Dus vanochtend heb ik nog een appje gekregen van iemand. Van, ja, met borden staan we daar, bla bla bla. Nou, het was net de dwaze moeders 2.0.
Dan heb ik ook zoiets van, ja, nee, dan moet je niet gaan staan. Natuurlijk moet je daar niet gaan staan. Je moet naar die burgemeester gaan, je moet naar die bankiers gaan, je moet naar die industrieel, je moet naar je baas gaan. Maar niet op het plein gaan staan. Hier, dit verhaal. Hier, vluchtelingen, opvang, bevolking. Kan je dat zo zien? Deze? Ja, ja, ik kan het lezen. En dan hebben we dit. Staatsontvoeringen. Ja. Ja. Dus à la dwaze moeders. En waar zijn de missende kinderen? Ja. Nou, dit zijn de dwaze moeders, hè? Maar het is wel dezelfde vrouw, die Maxima, die gewoon die kinderen laat roven. Ja. Ruis daar niet. Daar heb je niks aan. Dat dan maar met een bordje gewoon. Ja, ga maar terug naar Argentinië. Ga maar in Mongolië in een tent zitten met z'n allen om daar kinderen af te slachten. Je eigen kinderen, maar niet die van ons. En niet die van ons te roven. En dan met een bordje daar gaan staan als een dwaze moeder. Nee, ga niet naar die. Dan ga je toch niet op het plein staan met een bordje van ik ben dwaas. Dan denkt iedereen van nou, er zijn mensen die bezig zijn als moeders te zijn. Dan zullen we... Natuurlijk niet! Ga gewoon naar die mensen zelf. Het zijn gewoon mensen die naar de pleeg gaan. Die ons allemaal beroofd hebben. Die zelf dat zwembad in de tuin hebben. Of vier huizen hebben staan. Of een jacht ernaast hebben staan. Die ons als schoon vinden. Omdat zij misbruikt zijn. En daar moet je naartoe gaan. Naar die burgemeester gewoon. Die is verantwoordelijk. En hoofd van politie. Ja. En als Bros bij mij in de collegebank had gezeten. En ik had geweten wat zijn plannen waren. Dan had er wat gezwaaid. Is er niet te geloven als je die man alleen al ziet. Heb je die film met die kuikens in de tuin gezien? Dat die kroegbaas, die had twee cafés in Nijmegen. Die wordt er ook aan de kant geschept. Die heeft hij gewoon laten failleren. En want alle mensen die niet tot de Golden Horde, niet tot de club horen van misbruikte kleuters en vrijmetselaren, die zijn gefailleerd. In de tijd dat het gewoon lockdown was. Waar zijn al die kerels die hun bedrijf hebben zien failleren? Ga opstaan, ga naar die burgemeester, net zoals die man met die kuikens. En zet die camera voor hun hoofd. Ja, en dan sturen ze dan mensen zoals Waku Waku naar voren. Ja, waar heel Nederland achteraan remde. Ja, heel duidelijk. Ik zie jou al lachen. Ja, je kent natuurlijk dat verhaal. Ik wist dat de eerste keer. Ik wist ook dat... Ik wist dat het onzin was natuurlijk vanaf dag één. Nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... van ze vreten links wat uit en ze sturen rechts, sturen zich wat aan. En dan lijkt het niet voor de mensen dat er wat gebeurt. Ja, maar ook Koninklijke Horeca Nederland, die dan zogenaamd bullshit is gewoon van de Rudy, het is toch hetzelfde nu met dat, ja, ik weet niet hoe die vereniging heet van die boeren, maar de niet de politieke partij. Die komt ook nog uit Kuik ook nog, daar is mijn opa geboren. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is van, weet je wel, BBB heeft dat nou goed gescoord. En nou komt dan de boerenvereniging, ik weet even niet meer hoe de LTM of weet ik dan hoe dat heet. In ieder geval, ja, en nu kunnen de vlaggen weer normaal. En dan denk ik, oh mijn god, man, de ellende. Het is ook echt gewoon één groot broodje aapvrouw. Ja, de boeren, precies dat. Een heleboel boeren werken er natuurlijk ook aan mee, omdat ze onder belofte staan van Babylon. Omdat ze allemaal zondags in de kerk zitten en dan zit daar zo meneer Schrijvers. Ja, laat ook heel eerlijk zijn op dat boerengebied, dat, Rudy. Kijk, stel je voor, stel je hebt twee kinderen. En al die twee kinderen zeggen, oh ja, bekijk jij het je met die boerderij. Hè, dus hij kan die boerderij niet overdragen. Ik kan me best voorstellen dat zo'n boer zegt van, hey, kom maar met die containergeld. Ja, maar ze weten ook dat het geld niks meer waard gaat zijn. Nee, dat is het. Dat beseffen de boeren niet. Dat beseffen de boeren niet. Tuurlijk wel. Ja, sommigen niet hoor. Die beseffen echt sommigen niet, dat geld niet, maar allemaal vanuit die grote boeren wel. En dat daar de meesten ook hun kind hebben moeten over. Omdat die allemaal gewoon bij die cult zitten. Of dat niet allemaal, maar het gros wel. Omdat ze gewoon zo'n kleine gemeenschap hebben. Waar gewoon meneer de dominee of meneer pastoor. Of de bisschop, die is gewoon daar in Leeds. En die gaan allerlei zondag naar de kerk. En daar gaat het om. De Bijbelbelt is gewoon allemaal satanisch. Die hebben ook nooit hun kinderen laten vaccineren. Die wisten al dat dit ging gebeuren. Die weten dat gewoon. Och ja. Er zijn een aantal mensen die het is schandalig dat zoveel mensen gewoon gezwegen hebben om andere mensen naar de kloten te laten helpen. Het is triest allemaal. Hey, maar we gaan er een einde aan breien voor vandaag. Goed. Ga jij lekker koffie drinken? Ja, of een biertje, weet ik veel, maar... Oblief. Ja, hier is iemand het koken en dat, die geluiden van dat... Van dat...
Het is gewoon belangrijk dat iedereen uit de kast komt. En vooral die Precies. transgenders ook, omdat we dus, omdat we, opdat we gewoon de mensheid voor zover die nog kan resteren, kan redden, kunnen redden. Ja, dat is ook wat ik jou zei van, in ons voorgesprek. Kijk, ik ben dan niet volledig bezig met jouw thema. Ik doe het anders, maar wel met uiteindelijk hetzelfde doel. Het is om nou op dit moment nog zoveel mogelijk, als kan, moeders met kinderen, zeg maar, te redden. En dat Ja, doen we. want die kunnen de mensheid redden. Kijk, Ja, beter de mensheid dan. ik weet gewoon dat mijn kinderen geen toekomst hebben als ik niks doe. Ik zag het op een gegeven moment helemaal in helikopterview. En ik weet gewoon ja, nogmaals, ik hoop dat mijn ex eindelijk een keer uit de kast komt. Maar dat hij gewoon het doodvonnis van mijn kinderen tekent als hij dat niet doet. Hè? Want er is geen toekomst voor niemand als wij niet nu gewoon deze bullshit Als je stoppen. En daar meneer Prins Pils en Maxima en de hele de poppenkast van de Tweede en Eerste Kamer gewoon zeggen van jongens, houdoe en bedankt. U was de zwakste schakel. En laten we dat eerlijk is hetgeen zijn, waar het nu om gaat. de trein waar we nu op zitten, dat is geen goede trein. Nee, maar afgezien van, ik ben Oh. ook gewoon woest dat mijn kinderen gevaccineerd zijn als kind, als baby. Ja. Iedereen is gesodemieterd, hè? Want Zover nogmaals. ik weet, ben ook ik gevaccineerd met die spuitjes van toen. Ja, niet met corona, maar alle vaccins, Ja, André, zijn die bedoelde ik levensbeperkend. ook. Ja, dus levensverkortend, levensbeperkend, gewoon lichaamsbeschadigend. Het is klaar, die mensen zijn moordenaars en moeten weg, voorgoed. Gewoon, Hey, klaar, dat is het is dat verhaal. niet een mooie afsluiting? Ja, dankjewel. We kunnen niet Dankjewel beter voor je eindigen. tijd. Alsjeblieft. Dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook, hè? Want ja. En ik hoop dat iedereen de tijd neemt om gewoon de waarheid te bestuderen. Dat kan op André's en op mijn kanaal. Ja, Dankjewel. ik zat onder de film, zat ik natuurlijk weer alles. En ja, het enige wat wij hopen, en het gaat ons echt niet om iets persoonlijks of meeliften of weet ik wat. Nee, wij willen heel graag dat de boodschap verdeeld wordt. Snap je? Al plakken ze het scherm af, pakken ze alleen maar de Ja. audio. Snap je? Daar gaat het Ja, om. al zetten ze hoortjes op mijn hoofd en op die van André of een zonnebrilletje. Ja, Of weet ik wat ze doen. Snap je zeggen wat ik ze dat bedoel? ik, weet ik veel, ik zal wat te dikke tieten hebben in onder mijn shirt of zo. Ik bedoel, ik heb allerlei commentaar gehad en ik ben Ja, bitch. dat heb ik ook wel eens een Ik keer wil gehad. gewoon de toekomst voor mijn kinderen en ik wil een vrijheid leven. En ik Ja. wil gewoon Exit Planet, de Mongool, Turkish Mongol, Golden Horde, die ons allemaal aan het uitroeien is. Ja. Dankjewel. Nou, dan zou ik zeggen, Trudy, bedankt voor de 5 uur. Hé, hey, ik Ja. ga hem de 5 uur zoeken. Hele mooie avond, hè? Ja, ik zou zeggen, Trudy, hartstikke bedankt. En voor de mensen zeg Dankjewel. ik, hoop dat jullie genoten hebben en tot de volgende keer.